Geachte leden van de Raad van de Gemeente Hardenberg, dames en heren op de publieke tribune en de mensen die ons via de media beluisteren, welkom ook aan de pers, allemaal van harte welkom. Bijzonder welkom de vertegenwoordigers uit de Wolle, de burgemeester, college van BMW heb ik gezien, groot deel van de gemeenteraadsfractie van gemeentebelangen. Ik weet niet of het over een fietspad gaat of over een wethouder, ik zou het bijna niet weten, maar... Het komt later nog aan de orde, maar ook van harte welkom allemaal. Bijzonder natuurlijk de familie Ten Kate ook hier aanwezig. Fijn dat jullie er zijn. Op deze laatste raadsvergadering van 2018 alweer. Het is dinsdag 18 december 2018. Ik open de vergadering met mededeling van afwezigheid van de heer Van der Grampel, fractie van de ChristenUnie, de heer Bak, VVD en later zal arriveren. Althans, we zijn in blijde verwachting nog van de heer Rodemond van de fractie van D66. Tot zover de mededelingen. Voorzitter. De heer Van den Berg. Om elke schijn van belangenstrengeling te voorkomen, zou ik graag bij punt 7 de zaal willen verlaten. Akkoord, agenda punt 7. Het gaat over de aardappelloods. Akkoord is genoteerd. Gaan wij door naar de agenda punt 2, actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Dan gaan wij naar agenda punt 3, vaststelling van de agenda van deze raadsvergadering van 18 december. De heer Roelofs. Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag 2 moties vereend willen toevoegen aan de agenda. Ja. En dan gaan wij even naar de bespreekstukken toe. En 2 moties, zei u. En die gaan over, gaan we ze even noteren. Over de gaswinning in Hardenberg. 1 over de rechtsgang en de 2 over de tiltmeters. Gaswinning en rechtsgang. Agenda punt 9. Agenda punt 10. Gaswinning. De meters. Akkoord. Anderen nog over de agenda. Ja, mevrouw Hof. Ja, voorzitter. In de vorige O-ronde was mede op mijn verzoek agenda punt 8 een bespreekstuk geworden. Maar het memo van de wethouder gelezen te hebben, kan het wat, hoewel het een lastig te lezen en begrijpen memo was, is het me toch gelukt. En kan het wat mij betreft een hamerstuk worden als de rest van de raad daarmee kan instemmen. Kijken wij even rond in de raad of die mening gedeeld wordt. Kan een hamerstuk worden. Dat is akkoord. En dan gaan wij wel even hernummeren. Dan gaan we ingewikkeld doen. Dan wordt gaswinning 8 en agenda punt 9. En agenda punt 10 wordt dan delegatiebesluit. En dan nummeren wij door met 11 intrekken, verordening kinderopvang enzovoort enzovoort. Anderen nog over deze agenda? De heer Jonkhans. Ja, ten aanzien van... agenda punt 7, ik zou bijna zeggen, ik vind het dan sneu voor meneer Van den Berg dat hij weg moet, maar dat was niet de reden. De aanvullingen van de wethouder en gesprekken die ik heb gevoerd gaven voor mij aanleiding om hier niet meer het woord te overvoeren. En ik had het op de agenda, op mijn verzoek stond het op de agenda. Akkoord, had ik beter bij u kunnen beginnen, concludeer ik. Maar goed, dat is dan agenda punt 7, wordt een hamerstuk, concludeer ik daarmee, de aardappelloods, zeg maar. Even kijken hoe we dat gaan doen. Dan ga ik hernummeren. Dan wordt agenda punt 7 wordt de gaswinning. Gaswinning rechtsgang. Agenda punt 8 gaswinning meters. Dan nummer 9 dat wordt delegatiebevoegdheid. Dat is een hamerstuk. En nummer 10 gaan wij dan naar de aardappelloods, om het zo maar te zeggen. En dan gaan we weer door naar 11. En dan gaat het weer zo verder. Ik hoop dat u mij nog kunt volgen. Samen met de griffier kom ik er wel uit. Voorzitter. Ja. De heer Stelstra. Wat ons betreft mag agenda punt 6 ook een hamerstuk worden. En dat meent u serieus? Akkoord. Maar dan gaan we wel even rondkijken naar de rest van de raad. Nee, voor ons is dat niet zo. Ja, mevrouw Joltsma, dank.
Anderen ook niet. Dan constateer ik dat agenda punt 6 een bespreekstuk blijft. Ja? Akkoord? Akkoord. Anderen nog over de agenda? Dat is bijna helemaal over de kop gegaan. Niet? Dan stellen wij hiermee de agenda bijna vast. Ik had nog een vraag aan u, realiseer ik mij. Bij agenda punt 15... De benoeming van de heer Jetten Kater als wethouder, die staat genoemd als een hamerstuk. Maar ik kan mij voorstellen, en het is wel heel optimistisch, dat u misschien toch nog iets van een stemverklaring zou willen afleggen. Zouden we dat mogen doen bij de hamerstukken? Is dat voldoende? Of zegt u wel, het moet toch een bespreekstuk worden? Ik leg toch even voor. De heer Gelling. Ja, voorzitter, hoeft van de VVD-fractie niet echt een bespreekstuk te worden. Maar aangezien wij nog geen kennis hebben gemaakt met de aanstaande wethouder, en bij wijze van spreken tegen zouden kunnen komen zonder enige erkenning, leek het ons wel aardig om nog een paar dingen daar ter verklaring van te horen. Dat mag u zelf bepalen hoe u dat in de agenda wilt voegen. Het hoeft nog niet een heel driftig stuk te worden. Maar wellicht dat de fractie van Op Koers zich geroepen voelt om even een kleine introductie te geven ter zake de keuze die zij gemaakt hebben hier. Ja. Maar mag met uw voorstel zou ik dat willen doen als een soort van stemverklaring van de zijde van Op Koers.nu en dat we het agendapunt laten staan. Nou, als u het goed vindt dat er bij een stemverklaring een discussie komt of een mogelijk antwoord, dan heeft de fractie van de VVD daar geen problemen mee, voorzitter. Ik kijk vooral even in de richting van de raad. Ja, ik heb wel de behoefte om er kort iets van te zeggen. Het is misschien wel iets langer dan een reguliere stemverklaring. Maar als u niet heel streng bent, dan kan ik er prima mee leven. Ik stel voor dat ze dan toch even een bespreekstuk van maken. Om het toch gewoon even, dat we gewoon er rustig over kunnen praten, zeg maar. Hè. Ik bedoel, dat is ook prima. Maar dan ga ik even terug naar de agenda. En dan constateer ik dat we agenda punt 10, delegatiebevoegdheid, dat dat nog een bespreekstuk is. Dat agenda punt 11 dan agenda punt van de installatiewethouder wordt. En dan nummeren we door vanaf de hamerstukken met 12. En dan hebben we ook gewoon rustig de tijd om er even goed bij stil te staan met elkaar. Akkoord? Prima. Dan kijk nog één keer rond of daarmee de agenda echt vastgesteld kan worden. Dat is het geval. Dat is het geval. Dank. En dan kunnen we nu beginnen met het volgende punt. Het spreekrecht bij de agendapunten. En de heer Siauw heeft aangegeven met betrekking tot punt 6, de toekomst samen doen team Hardenberg, teams Hardenberg, graag te willen inspreken. En ik verzoek u, het verzoek is aan de heer Siauw, om naar voren te komen en hij kent de locatie, het spreekgestoelte. U bent hier vaker geweest en ik wil heel graag aan u het woord geven ten aanzien van agenda punt. Van harte welkom bij agenda punt 6. Als u het knopje indrukt en u heeft 5 minuten de tijd om in te spreken. Aan u het woord. Goedenavond, ik heet Jeffrey Siauw. Ik woon in Dedersvaart en spreek in op agendapunt toekomst samen doen Hardenberg. En ik ben ook WMO-gebruiker. Toekomst samen doen Hardenberg. Een titel met 27 letters. Het raadsvoorstel met raadsbesluit. 5 pagina's. De notitie toekomst samen doen. September 2018, 17 pagina's. De eerste harde cijfers komen al door. In de oriënterende ronde zag de wethouder een hoop vragen op zich afkomen, die geen aanleiding was voor tweede termijn. En straks voorstel, raadsbesluit met begeleidende stukken in uw besluitvorming komt. Ik ga u niet vermoeien met nog een hoop extra vragen. Wel geef ik u een vijftal tips. 1. Gebiedsmanagers. Coördineren de teams. Maak hun taken en bevoegdheden daarbij duidelijk. 2. Faciliteer de back-office. Dat helpt om data en resultaten in het sociaal domein helder te krijgen. 3. Voor zover nog niet is gebeurd,
wethouder, ga sparren met uw collega-wethouders, intern of in de regio, in uw eigen bestuursnetwerk. Daarmee gaat u de gesprekken aan met de ketenpartners en u hebt niets te verliezen. 4. Voor een communicatieplan is met een klanten... Nee, nog een keer. Voer een communicatieplan in met een klantenpanel daarin. Zeker, er zijn ervaringsdeskundigen met hun ervaring. Een bereikbaar en beschermd klantenpanel kan nieuwe informatie toevoegen vanuit bredere omgeving. 5. Bij de structurele verbinding samen doen met werk, participatie en inkomen, kies voor integratie vanuit de visie 1 plus 1 is 3. Werken volgens één methode is helder totdat blijkt dat die niet meer werkt. Aanslaat. Whatever. En wat dan? Dit waren mijn tips. Doe er wat mee en neem straks een goed besluit. Ik dank u dat ik dit nu mocht inbrengen. Dank u, meneer Siaal, voor uw inbreng en de tips die u meegeeft. Ja, fijn, dank u wel. Die geven wij mee aan de Griffie en die worden ook verspreid aan de raadsleden. Het kan zijn inderdaad dat er vragen zijn. Ik zie mevrouw Jollesma al de hand opsteken. Dus als u nog even wilt blijven staan. Mevrouw Jollesma. Hartelijk dank voor uw goede tips. Ik was met name de eerste geïnteresseerd waar u vandaan komt. Want u zei over die taken en bevoegdheden, dat moet helderder worden. Kunt u dat nog wat illustreren waarom u dat zo belangrijk vindt? Hebt u daar een voorbeeld bij of hebt u daar ervaring mee? De taken en bevoegdheden, ja. Kijk, als je, zoals ik het begrepen heb vanuit de notitie, gaan jullie juist, nee, gaat samen doen juist gebiedsgericht werken. En ik heb ook gelezen dat de gebiedsmanagers die zaken gaan coördineren. Ja, en wat zijn dan de bevoegdheden van die gebiedsmanagers? Daar is het mij om te doen. Anderen nog? Dat is niet het geval. Dan wil ik u nogmaals bedanken voor het inspreken en u kunt de discussie volgen vanaf de publieke tribune. Bedankt, dag. Gaan wij door met agendapunt 5. Verder hebben zich geen insprekers gemeld. Dan komen wij bij agendapunt 5. Het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 4 december 2018. Er zijn geen wijzigingen binnengekomen bij de Griffie. Ook nu ziet u geen aanleiding tot amendering. En dat betekent dat we daarmee de besluitlijst kunnen vaststellen. De bespreekstukken van vanavond. Allereerst agendapunt 6, toekomst samen doen, Hardenberg. Op volgorde van grootte, maar doen wie wil spreken. In ieder geval het CDA, daar wou ik mee beginnen. Ik zie anderen ook al hun vinger opsteken. Mevrouw Joldersma, CDA. Toekomst samen doen. Ja, voorzitter, dank u wel. Voor het CDA staat buiten kijf dat we met de Samen Doen teams verder moeten. Ze hebben al goede diensten bewezen en we zijn blij dat de Samen Doen teams kunnen blijven. Waarom vinden we het ook wel belangrijk om te kijken waar dan precies die verbeterpunten zitten? We hebben daar inderdaad een hele uitgebreide notitie voor gekregen. En wij zouden dat nog een beetje willen toespitsen waar die verbeterpunten dan in zitten. Wij vinden het belangrijk, en dat komt ook in een notitie naar voren, dat je zorg en ondersteuning dicht bij mensen gaat organiseren en dat die gebiedsteams, dat die lokaal geworteld zijn. Maar je moet ook even kijken van als we terugkijken, dan zien we dat er heel hard is gewerkt door de teams op zaken op orde te krijgen, dat er contact is gelegd met allerlei zorgprofessionals. Maar we zien een aantal punten waarvan we denken, daar kan die verbeteringen, als je kijkt naar het verleden, kunnen die nog een beetje sterker.
eerste punt is voor ons die laagdrempeligheid van de samendoenteams. Het gaat niet alleen om dat mensen met vragen bij de samendoenteams terecht kunnen. Maar eigenlijk ook dat samendoenteams de mensen vinden die hulp nodig hebben. Ander punt vinden we toch dat we het gevoel hebben van die cliënten en die de naasten, de mantelzorgers, hebben die nou eigenlijk het gevoel wel dat ze echt erkend worden in hun beleving? Lukte de samendoenteams om echt contact te maken met cliënten en mantelzorgers? En het derde punt wat we heel belangrijk vinden is dat als het nodig is, bij complexe problematiek, dat er dan heel snel geschakeld wordt naar de goede zorgprofessionals. Als je kijkt naar de ambities die in de notities liggen, zijn we daar aan de ene kant zijn we daar heel positief over. Want er worden een paar mooie dingen neergezet over collectieve voorzieningen, waarmee je dure individuele voorzieningen kan voorkomen. Er wordt ook iets gezegd over de financiële problemen die mensen kunnen hebben, die heel vaak heel bepalend zijn voor die integrale aanpak en dat ze gaat in de toekomst verbeteren. Aan de andere kant zien we in die notitie ook nog wel een aantal open einden. Eén die we echt wel heel belangrijk vinden zijn de financiën. Want er staat eigenlijk financiën, dat is een post PM. Dus we zouden heel graag de wethouder willen vragen dat hij in de raadsbrief die is toegezegd, die financiën heel concreet maakt en helder maakt wat die dingen ons, de samendoenteams, ons nu gaan kosten. En als we verder kijken naar die ambities, vinden we dat wel mooie ambities die in het stuk staan. Maar elke keer rijst bij ons de vraag, oei, en hoe gaan we dat nou in de praktijk realiseren? Het wat, daar heb je wat aan, maar het hoe is eigenlijk nog veel belangrijker. Zeker als het gaat om die ingewikkelde ketensamenwerking. We zouden daar een paar voorbeelden van willen noemen waar wij denken van daar kan die hoe die samendoenteams in de toekomst gaan werken, kan het concreter. Eerste punt daarbij is wat wel bekend is als de vrijdagmiddagproblematiek. Wij horen klachten van mensen die zeggen, nou, als vrijdagmiddag heb je direct zorg nodig. Samendoenteams zijn niet bereikbaar. En we moeten eerst een beschikking hebben. Wij zouden zeggen van draai het om, ga eerst de zorg regelen als het acuut is. En zorg dan dat je maandagmorgen na het weekend die beschikking mag krijgen. Ander punt wat we willen benadrukken is de zorg- en veiligheidshuizen. De aanpak die we daar zien gebeuren in gemeenten om ons heen. Het werd net ook al gezegd, kijk naar de gemeente om je heen. Daar zien we heel veel voordelen in waar wij als gemeente Harderwijk nog van zouden kunnen profiteren. Laatst in een middag in Den Bosch die daarover ging over zorg en veiligheid, werd er ook gezegd, er komt een handreiking voor zulke zorg- en veiligheidsteam. Ik denk dat wij daar als gemeente ook veel voordeel van hebben, als we die handreiking ook in de praktijk gaan toepassen. Want heel vaak zie je dat veiligheid en zorg niet altijd, maar heel vaak twee kanten van dezelfde medaille zijn. Een derde punt wat we willen noemen, en ik weet dat een aantal mensen in de raad daar niet zo heel enthousiast over zijn. Ik kom toch even weer bij die pilot, die gaat over die scheidingsvragen en relatieproblematiek. We hebben nog eens met die mensen gesproken en wat we van hun begrepen en wat heel aantrekkelijk is, is in die pilot dat ze eigenlijk heel concreet aangeven hoe ze die ketensamenwerking zou willen organiseren. En er zitten al die elementen in waar wij net over hadden, die zouden we willen verbeteren. Het vinden van mensen. Waar zitten nou de kinderen, de ouders die hulp nodig hebben? Aan de andere kant dat snel doorschakelen naar zo'n professional. En aan de andere kant wat je dus bij die complexe problematiek ziet, dat je ook moet kunnen opschalen. Dat je snel naar die gespecialiseerde professional kan. Graag horen we dus van de wethouder of hij in de raadsbrief dit soort elementen in die uitwerking mee willen nemen. Dan nog een laatste opmerking en dat gaat over die monitor die er komt, maatschappelijke resultaten. Wij vinden dat heel mooi klinken en het klinkt ook heel veelbelovend. Maar we weten tegelijkertijd, en dat zie je overal, maatschappelijke resultaten meten is een van de moeilijkste dingen die er zijn. Nou, als je kijkt naar onze monitor sociaal domein, daar zitten nog heel veel lege gaten in. Heel veel dingen hebben we nog niet ingevuld. Dus wij zouden zeggen bij die maatschappelijke resultaten, begin een beetje simpel, bouw het op, zorg dat we in ieder geval wat in handen hebben en maak het niet te ingewikkeld met die maatschappelijke resultaten. Dat was mijn bijdrage, voorzitter, in de eerste termijn. Akkoord, dank u wel. Ik, de fractie van de ChristenUnie, de heer Stelstra. Dank u wel, voorzitter. De fractie van de ChristenUnie is enthousiast over de doorontwikkeling van de samendoenteams. Goed dat we als gemeente de regiefunctie in handen gaan houden. Ook de betrokkenheid en de ruimte voor zelfredzaamheid met ondersteuning door de teams zien wij als een blijvende toegevoegde waarde. Het past ook binnen de ontwikkelingen in onze gemeente.
Wij ondersteunen de gerichtheid op preventie en ondersteuning. Het integraal en gebiedsgericht werken zien we als een goede volgende stap. De monitoring zullen wij kritisch volgen. U kent onze attitude ten aanzien van monitoring. Er zijn nog wel een paar puntjes op de i te zetten, maar we hebben er met de input die voor ons ligt vertrouwen in dat er samen doenteams voor blijvende waarde blijven in onze gemeenschap. Wij wensen het college en ook de samen doenteams veel succes met de doorontwikkeling. Fijn, dank u wel. De fractie van Op Koers, de heer Kloekhorst. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, 2015 was het jaar van grote veranderingen in het sociaal domein. Met de transities kregen de gemeenten de verantwoordelijkheden voor ondersteuning, zorg en participatie van burgers. Voor zowel jong als oud. Het idee achter transities was dat het beter kon en vooral goedkoper. Wij als Op Koers zeiden toen, Den Haag flikkert het over de schutting. Maar ook wij hebben onze verantwoordelijkheid aanvaard, we konden immers niet anders, en de aanpak ondersteund. Het ging uiteindelijk om de belangen van onze inwoners. Al in 2014 zijn we als gemeente gestart met de samendoenteams. Dit jaar is die aanpak volop geëvalueerd en vanavond nemen we een besluit om verder te gaan op de ingeslagen weg. Wij willen als fractie nog de vinger leggen bij twee zaken. Dat is in eerste plaats het platform Samen Doen. Het platform Samen Doen wordt gevormd door alle moederorganisaties die medewerkers leveren aan Samen Doen teams. En die organisatie maakt de opmerking, er zijn verschillende meningen en belangen. Niet iedereen is het met elkaar eens. Dit hoeft ook niet, maar houd hier rekening mee. De brede samenstelling is de kracht, maar kan ook kwetsbaar zijn voor de continuïteit. Wij vragen de aandacht van het college daarvoor. Tot slot een opmerking van de participatieraad. Wij zijn heel tevreden over de brief van de participatieraad. Wij vragen het college ook om de aanbevelingen van die raad mee te nemen voor zover mogelijk in de vormgeving van de nieuwe samendoenteams. In onze ogen heeft de participatieraad haar rol met glans gepakt en een knap staaltje werk geleverd, zonder de vele anderen tekort te willen doen. Voorzitter, ik hoef niet te wachten tot het tweede termijn. Wij zullen dit voorstel ondersteunen. Dank u wel voor de bijdrage van Op Koers nu. Ik ga naar de fractie van de VVD. Mevrouw Meijer. De VVD heeft aangegeven dat wij het belangrijk vinden om deze taak in het sociaal domein goed uit te voeren. We hebben als gemeente uitvoering gekozen voor een model dat uitgaat van de eigen kracht van de mensen. En aan de top van de piramide komen we uit op algemene voorzieningen en daar waar nodig maatwerk. Iets wat wij als liberalen toejuichen. Wij geloven dat mensen op eigen kracht heel veel kunnen. Maar ook zeker dat zij die het niet kunnen, geholpen moeten worden. Daarom hebben we in 2014 het beleidsplan Sociaal Domein ontvangen en zijn we gaan werken met de samendoenteams. Sindsdien is er veel gebeurd. We hebben veel verhalen gehoord over hoe goed het ging. Maar we hebben ook vaak gevraagd om meer informatie. Cijfers, achtergronden, knelpunten, samenwerken met ketenpartners. Want vanuit de samenleving horen we namelijk wel kritische geluiden. Over onbereikbaarheid, het gevoel aan het lijntje gehouden te worden, over te lage tarieven waarvoor taken uitgevoerd moeten worden, waardoor we aan de ene kant armoede bestrijden, maar aan de andere kant armoede zelf in stand houden. Over te lange doorlooptijden waarom thuiswonen soms niet meer mogelijk is. Dit terwijl we zelf maar weinig een kritisch woord teruglezen in de terugkoppeling. 8 mei van dit jaar heeft het college besloten door te willen met de samendoenteams. Op 14 juni zijn we daar als raad over geïnformeerd middels een raadsbrief. Direct na de zomer zouden we een notitie ontvangen met de uitgangspunten en kaders waarbinnen de samendoenteams zich in de toekomst moeten ontwikkelen. Vandaag is het 18 december en worden we gevraagd om de uitwerking over te dragen aan het college om vervolgens in januari of februari via een raadsbrief verder geïnformeerd te worden over de gekozen weg. Bij het raadsvoorstel zit een notitie over de toekomst van samendoen. In deze notitie hadden we gehoopt te lezen hoeveel inwoners er zorg nodig hebben gehad van onze samendoenteams,
Welke zorg hebben we kunnen leveren? Wat zijn de huidige knelpunten bij onze inwoners? Welke knelpunten zien onze ketenpartners? Met welke ketenpartners verlopen de contacten heel goed en bij welke ketenpartners verdient dat nog meer aandacht? Wat willen we de komende jaren bereiken? Wat zijn de maatschappelijke doelen die we stellen? Welke knelpunten zien we voor de toekomst? Hoe willen we dit aanpakken? Wat is er voor nodig? En kunnen we het realiseren binnen de gestelde budgetten? Onze vraag is dan ook, kunnen we in januari of februari beantwoording van dit soort vragen verwachten? We verwachten vanuit de Samen Doen Teams eigenlijk ook zelfreflectie die we nu vanuit de participatieraad hebben gekregen. We hebben ook kunnen zien hoe belangrijk de participatieraad voor ons is. Gelukkig zijn veel punten in de notitie Samen Doen overgenomen. U schrijft in het raadsvoorstel dat de gemeente opdrachtgever is en op kwaliteit en financiële risico's dient te sturen. En om dat mogelijk te maken wilt u inzetten op een passende financiële controle en beheersing voor objectieve resultaatmeting. Dat vinden wij samen met de monitor maatschappelijk resultaat een hele goede richting. En wat ons betreft moet er ook snel en nu ook echt uitvoering aan worden gegeven. We zijn ook benieuwd op welke termijn wij dat kunnen verwachten. Tijdens de behandeling van dit stuk blijft de vraag bij ons maar opkomen. Waarom wordt er nu een plan voorgelegd om vervolgens over een paar weken met een raadsbrief te komen ter verdere uitwerking? Waarom heeft u ons niet gevraagd om iets meer tijd en heeft de besluitvorming over een paar weken te doen? Immers op 8 mei hebben we al besloten dat we doorgaan met de Samen Doen Teams. Een goed uitgewerkt plan met de juiste monitoring had ons, de VVD-fractie, in deze fase meer comfort gegeven. Goed, dank u voor de bijdrage van de zijde van de VVD. De Partij van de Arbeid. Mevrouw Kloekhorst, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie is van mening dat de beantwoording van de wethouder tijdens de O-ronde en het toegevoegde rapport van SWO over de herijking van de Samen Doen Teams een eerlijk beeld schetst over de uitdagingen die de komende maanden nog nader gedefinieerd moeten worden. De portefeuillehouder heeft aangegeven nog zoekende te zijn in deze fase en dat alles nog niet helder, duidelijk of volledig uitgewerkt is. Maar onze fractie heeft er vertrouwen in dat het gaat lukken en dat de lijn uit de notitie vertaald zal worden naar een definitieve organisatievorm die bij de Hardenbergse samenleving past. We willen nog nadrukkelijk aandacht vragen voor het rapport van Movisie en de aanbevelingen hierin. Specifiek als het gaat om preventie en vroegsignalering, maar ook om participatie en zichtbaarheid. Wij hopen ten zeerste dat deze ter harte worden genomen, zodat het wiel niet opnieuw uitgevonden wordt. Tot slot, als Partij van de Arbeid vinden we daarbij onwenselijk dat een situatie van tijdelijke subsidies en tijdelijke contracten blijft bestaan als de pilot niet omgezet wordt naar een definitieve vorm. We zijn blij dat dit na een periode van 4 jaar nu gaat gebeuren. Hierbij wil ik ook meteen mijn waardering uitspreken voor de betrokkenheid van de wethouder bij dit onderwerp en zijn bevlogen betoog van 2 weken geleden. Dank u wel. Akkoord, dank. De fractie van 50+. Dankjewel, voorzitter. In 2014 is gemeente Hardenberg gestart met het Samen Doen Teams. Wij zijn nu 4 jaar verder en in die 4 jaar is er veel gebeurd. Samen Doen Teams hebben ondervonden, kennis opgedaan, kennis gedeeld. Eigen regie staat centraal. 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Inwoners begeleiden, steunen, adviseren en informeren. Onderlinge samenwerking met verschillende partijen. Elkaar kunnen vinden. Samen op zoek naar de vraag achter de vraag. Een enorme uitdaging en ontwikkeling. Hierbij willen we dan ook chapeau voor alle professionals, mensen die de afgelopen 4 jaar met inzet en motivatie de Samen Doen Teams tot stand hebben gebracht. En nu? 50PLUS heeft alle vertrouwen erin dat Samen Doen Teams een prominente rol hebben en behouden in de gemeente Hardenberg. Maar wij zijn ook kritisch, want er zijn nog een aantal aandachtspunten waaraan volgens ons inzien gewerkt moet worden. Zoals werkdruk,
Hoe ziet dit eruit in het vervolgproces? Herkenbaarheid. Welke stappen worden hier nog meer in opgenomen? En natuurlijk de financiën. Wethouder Te Riet Stap heeft toegezegd om de raad met behulp van een raadsinformatiebrief te informeren hoe het college is omgegaan met de opmerkingen van de raad en de uitwerking van de notitie doorontwikkeling samen doen. Hierin vindt 50PLUS dat ook de participatieraad in mee moet worden genomen. Aan de input en adviezen wordt hier veel waarde aan gehecht. De tips van de inspreker, die zojuist is geweest, heeft raakvlak met die adviezen, die geformuleerd zijn door de participatieraad. 50PLUS vindt het belangrijk dat de adviezen van de participatieraad ook mee worden genomen bij het uitwerken van de doorontwikkeling. Van samen doen. 50PLUS Hardenberg wenst de samen doen teams veel succes bij de doorontwikkeling. Dank mevrouw Verschuur voor de bijdrage van de zijde van 50PLUS GroenLinks. Het woord is aan de heer Boshoven. Ja, dank voorzitter. Vandaag en ook 2 weken geleden waren er enkele kritische geluiden te horen over de samen doen teams. En die kritische geluiden die komen eigenlijk allemaal wel voort uit dat wij als gemeenteraad en ook wij als fractie van GroenLinks allemaal hetzelfde willen. Dat is heel graag door met samen doen. Omdat we zo ontzettend goed werk doen en omdat dat werk ook absoluut doorgezet moet gaan worden. Om dat werk door te kunnen zetten moet er nu ook een doorontwikkeling in worden gesteld. En dat zullen wij ook van harte steunen. Wel delen wij eigenlijk alle aandachtspunten die zo net werden weergegeven door de fractie van 50PLUS. Over de herkenbaarheid, zichtbaarheid en bereikbaarheid van de samen doen teams. En ook de participatieraad kwam met een duidelijk advies met een aantal aandachtspunten waarmee ze onze fractie eigenlijk heel erg tevreden stellen. Want dat zijn punten die wij allemaal delen. Dus inderdaad ook vanuit GroenLinks absoluut complimenten voor de rol die de participatieraad heeft genomen. Inmiddels hebben wij ook de antwoordbrief van de wethouder gelezen op de participatieraad. Waar ik vorige week nog naar zocht omdat ik die toen nog niet had gezien tussen de stukken. Wij zijn in beginsel blij met die beantwoording en wij kijken uit naar de concrete uitwerking daarvan. Wel ook vanuit de fractie van GroenLinks aandacht voor de werkdruk. Wij blijven dit een risicovol punt vinden, want als je gaat doorontwikkelen vraagt dat ook iets van de organisatie. En die organisatie die moet er in beginsel altijd zijn voor de mensen die het nodig hebben. Daarom veel succes gewenst aan de samen doen teams, veel succes gewenst aan alle betrokkenen. En wij zullen dit voorstel van harte steunen. Dank, GroenLinks. De heer Rodemond, welkom aan u het woord bij dit agendapunt rondom toekomst samen doen. Het woord is aan de fractievoorzitter van D66. Voorzitter, dank u wel. Ik begrijp, als ik zo de raad beluister, dat ik het kort kan houden. Er zijn veel lovende woorden al gewisseld rondom de samen doen teams en wat wij in relatief korte tijd uit de grond hebben weten te stampen. Goed werk wordt er verricht en het geeft blijk wat ons betreft van de daadkracht in deze gemeente, maar ook de zorg van deze gemeente voor haar inwoners. En inderdaad is er een aantal aandachtspunten en die blijven wat ons betreft ook staan. Maar niettemin steunen wij het voorstel van harte. Toch eventjes een onderstreping van de aandachtspunten voor D66. Natuurlijk gaat het over de jeugdzorg, maar ook onze zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Maar dat ook voldoende en adequate zorg is. En daarmee, en dat hebben we vorige keer in de oriënterende ronde ook al aangestipt, dat we liever gaan kijken naar het effect op onze samenleving dan de structuur van de organisatie zoals die zou moeten zijn. En de PvdA refereerde er al aan en dat is voor ons ook een heikel punt. Wij willen graag aandacht hebben voor een snelle probleemsignalering. En wij hopen ook dat we dat in de toekomst kunnen garanderen. Tot zover, voorzitter. Akkoord, dank u wel, heer Rodemond. Daarmee hebben we de eerste termijn gehad. We hebben alle fracties een bijdrage geleverd. Ik constateer brede steun voor de voorstellen. U heeft een aantal opmerkingen gemaakt om mee te nemen, waarmee de wethouder ook nog terug kan komen. Ik kan me voorstellen, en ik zie hem al beweging maken, dat de heer Te Riet Stap toch nog wil reageren. En dat is ook heel goed. Ook een aantal opmerkingen gemaakt over de zorgveiligheidshuis door het CDA. We
beschikkingen, de participatieraad is onder andere genoemd. Het woord is aan de heer Terietza. Dank u wel, voorzitter. Ik had het idee dat er wat vragen waren gesteld, dus dan vind ik het wel zo netjes om inderdaad in de benen te komen en proberen die vragen te beantwoorden. Ik wil de raad danken, want ik heb op hoofdlijn heb heel veel steun gehoord voor samen doen en voor het werk wat ze verrichten en hoe het georganiseerd is. Die neem ik ook graag in ontvangst en ook wel namens hen. Ik zie weer een heel aantal van onze collega's hier ook aanwezig. Ik wil ook even inhoudelijk reageren, want wat mij betreft zien we twee dingen wel wat door elkaar heen lopen. Dat zijn onze beleidsuitgangspunten, hoe wij beleid willen voeren en hoe we het georganiseerd hebben, hoe wij onze voorkant georganiseerd hebben. Ik herken mij, het CDA noemde een aantal voorbeelden van, hey, gaan we daar nog mee om? Hè? U noemt relatietherapie. Ik zou willen zeggen van, juist omdat wij dat met elkaar ook in een breder kader hebben afgesproken dat we dat willen gaan doen, zal dat ook zeker zijn beslag in de samendoenteams moeten krijgen. Dat is ook een van de redenen waarvoor we gezegd hebben, jongens, we willen wel zorgen dat wij ook in controle zijn met die samendoenteams, dat wij daar ook, zeg maar, onze beleidsuitgangspunten, dat die doorvertaald kunnen worden binnen het samendoen. Daarom willen we ook het ook dicht bij ons houden, onder andere daarom. Dus heel veel van die inhoudelijke punten, ja, die verwerken we. Maar ik denk dat hier daar de notitie niet over gaat. En de notitie gaat met name over hoe wij het een definitieve vorm willen gaan geven. En daar wil ik wel over zeggen, wij hebben daar het eerlijke verhaal. Ik hoor een aantal keren zeggen, van jongens, we horen heel veel positieve geluiden over samen doen, alsof er geen negatief geluid is. Er werd ook nog even een relatie gelegd van, ja, we waren al heel snel, hebben jullie de keuze gemaakt dat we met samen doen, ik hoop dat het van de VVD was, hè, dat we heel vroeg al gezegd hebben, we willen verder met samen doen. En nu pas met die discussie, daar hebben we het in de oriënterende ronde natuurlijk ook al eventjes over gehad. Dat is wel dat wij ook geconstateerd hebben, ook in relatie tot de ontvlechting, van jongens, maar we hebben nog wel een paar ontwikkelpunten. Het staat voor ons als college niet ter discussie dat we verder willen met samen doen, maar we willen juist het eerlijke verhaal. Dus we hebben wel geprobeerd om juist het eerlijke verhaal ook met die ontwikkelpunten hier wel neer te leggen. En dat is de reden waarom we hier nu zijn en dat met u delen en dat aan u vragen of u dat met ons deelt, zodat wij onze gesprekken en... Ik weet niet meer van welke fractie kwam, ook van ja, en ook met je ketenpartners. Ik dacht dat het van op koers was. Ik zeg van ja, wees je wel bewust dat het een prachtig platform is waar we met veel partijen willen spreken. Maar juist als we met die partijen ook het gesprek voeren, wil ik ook graag aan de voorkant, en dat is ook de reden dat we u daar nu in hebben meegenomen, willen we de raad daar ook in betrekken. Om of u de uitgangspunten en de verbeterpunten die wij wel degelijk signaleren ook met ons deelt. Ik constateer dat daar heel veel draagvlak voor is. Dan één hele concrete vraag die ik wel in de breedte wat heb terugzien komen in relatie tot mijn toezegging die ik vorige keer heb gedaan. Ik heb inderdaad aangegeven, ja, de feitelijke organisatievorm, als we gezegd hebben, het beleid is vastgesteld, dit is hoe we het verder willen gaan organiseren, daar willen we verder mee gaan. Dan is de feitelijke organisatievorm wat mij betreft een collegebevoegdheid. Maar ik snap heel goed dat u als raad ook zegt van, ja, maar wacht eens even, dat is, het is zo'n belangrijk onderdeel van ons en het is de voorkant, zeg maar, van onze zorg, hè, van onze sociale wijkteams. Daar willen we graag wat over geïnformeerd worden. Vandaar dat ik u ook heb gezegd, daar wil ik u ook heel graag in een raadsbrief en niet alleen met een kaal collegevoorstel, wil ik u daar graag in meenemen en ook iets omkleden met wat nadere informatie. Ook over, nou ja, de gesprekken die we hebben gevoerd, wat het uiteindelijke beslag is geweest. En het lijkt me ook heel goed om daar ook even iets rond de financiën van hoe het nu georganiseerd is, om daar ook wat nadere duiding over te geven. Waarbij ik overigens vermeld dat wij uiteraard het financiële kader hebben, omdat de begroting wel degelijk is vastgesteld. En dat wij vanuit dat financiële kader werken. Alleen proberen we er nu een definitief beslag vorm aan te geven. Voorzitter, ik heb geprobeerd om op deze manier denk ik tegemoet te komen. Hè. Heel veel inhoudelijke punten wat we hier hebben besproken worden verwerkt. Daarom juist ook samen doen teams. Eerlijk verhaal willen vertellen. En ik voel heel veel steun vanuit de raad en mijn waardering daarvoor. Akkoord, dank. Mevrouw Joldertsma. Aanvullende opmerking, vraag. Een vraag om ook een tweede termijn te voorkomen. Nog dank voor de toezegging en zeker de toezegging dat ook die financiën helder gaan worden in die raadsbrief. Wat me nog een beetje puzzelt is dat er in de notitie niet zo heel veel staat over hoe we het dan in de toekomst gaan organiseren. Ik kan me voorstellen dat is de conclusie straks naar de verkenning enzovoort. Maar wat in die evaluatie wel heel mooi staat, is dat ze zeggen van, goh, je moet het eigenlijk dicht bij de gemeente organiseren.
maar niet door de gemeente. En ik ben benieuwd of we dat straks dan ook terugzien, want wij denken dat dat een goed hulpmiddel is voor die laagdrempeligheid. Ja, dank voorzitter. Ja, bedankt voor uw opmerking, want dat is precies de kern, denk ik, wat u raakt van de notitie. Is van, waar moeten we op doorontwikkelen, maar wat ging er ook absoluut goed? Dat vinden wij juist, die samenwerking met die ketenpartners, hoe we het hebben georganiseerd. Maar gelijktijdig ligt daar ook de zoektocht. Hè? Daar hebben we vorige keer ook in de oriënterende ronde wel wat nader bij stilgestaan. En dat is wel de reden waarom dat er nu nog niet ligt. Dat moeten we wel met elkaar gaan vormgeven en gaan uitwerken hoe je dat dan ook feitelijk organiseert. Waarbij wat ons betreft, hè, en ik voel daarin ook uw steun, zeg van hou nu vooral die keten, de samenwerking met de ketenpartners zoveel mogelijk in stand. Maar zorg ook dat je regie hebt op het proces, zodat je ook je verantwoordelijkheid, die wij hier als gemeente hebben in deze decentrale taak, ook kunnen nemen. Dat is het spanningsveld waarin we zitten. En dat is precies wat wij dus nu de gesprekken, waar de heer Kloekost ook naar verwees, van die we nu moeten voeren, ook met onze ketenpartners. Dat is de puzzel. Hè, u zegt ook het puzzelt mij, maar dat is inderdaad de puzzel waar wij nu mee aan het werk zijn, met de uitgangspunten die u als... Met het beamen van deze notitie, zeg ik dan maar even, ons ook meegeeft als college om dat gesprek ook met onze ketenpartners te voeren. Mevrouw Jolsma, in aanvulling nog. En dank voor deze toelichting. Dan nog even heel concreet over die verhouding, want ik vond het eigenlijk wel heel mooi hoe de inspreker dat aangaf in zijn eerste punt, die taken en bevoegdheden. Want je kunt zeggen, nou, procesregie, dat ligt inderdaad bij de samendoenteam. Maar soms kan het ook zijn dat je denkt van, we moeten die zorgprofessional hebben we wel heel erg nodig. En dan moeten de samendoenteams ook in staat zijn om te zeggen, ja, die zorgprofessional weet het op dit moment even beter. Laten we het ook daar neerleggen. Wat mij opviel in de notitie is dat eigenlijk de GGZ in alle stakeholders helemaal niet werd genoemd. Maar ik neem aan dat die in de verkenning ook wordt meegenomen. Ja, wel degelijk. En want we hebben natuurlijk ondertussen ook heel veel afspraken met zorgaanbieders. Juist wanneer we vanuit de samendoenteams zeggen van, want heel veel taken die het samendoen ook doet, vanuit de samendoen, zijn het afgeven van toewijzingen en indicaties. En die gaan allemaal naar de professionele zorgaanbieders. Met name op het moment wanneer we constateren van, dit is niet iets waar wij mee moeten aanmodderen vanuit de samendoenteams, om het maar even oneerbiedig te zeggen, maar juist om die doorverwijzing te maken. Dat is de kracht van de samendoen. We kijken wat we juist in die samenwerking, waar we ook goede professionals hebben, in de samendoenteams. Daarmee proberen we het zo dicht mogelijk bij de inwoner. Hè? Wat de VVD ook aangaf. We proberen zo snel mogelijk de mensen ook eigen regie weer te kunnen laten voeren over hun leven. Maar wanneer het nodig is, dan verwijzen we ze door naar de zorg. En dan krijgen ze de zorg die ze verdienen. Want dat is waar het over gaat. Akkoord. Volgens mij voldoende. Ik kijk even rond. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ik had niet die indruk namelijk. Dat is niet het geval. Dan zou ik willen overgaan met u goedvinden naar de stemming. Is er behoefte aan een stemverklaring over deze besluitvorming van samendoenteams? Dat is niet het geval. Dan vraag ik u, kunt u instemmen met de voorliggende notitie? Ik heb daar nodig over gehoord. Ik constateer dat alle fracties hier aanwezig instemmen met de notitie. En dat deze daarbij is aangenomen. Aldus besloten. Dat brengt ons bij het volgende agendapunt. En voor de duidelijkheid zeg ik toch nog maar even, het gaat nu om de benoeming van de heer Ten Kate. Agenda punt 7 en daarna komen de moties. We doen eerst de bespreekstukken en aan het eind van de bespreekstukken de moties altijd. Dus we gaan nu over tot agenda punt 7, hernummerd. En dat gaat over de installatie van de heer Ten Kate als wethouder van de gemeente Hardenberg. Ik kijk even naar de fractie van Op Koers punt nu. VVD heeft er eigenlijk ook om gevraagd. Ik denk dat het ook goed is. Zou u nog kort een verklaring kunnen afgeven in de richting van mevrouw Kel? Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben het als fractie wel een beetje moeilijk gehad doordat onze wethouder Bruinsma ziek werd en toen naar het liet aanzien hij niet weer terug zou komen. We hebben daarin overleg gehad met de coalitiepartijen. Daarna hebben wij ook overleg gehad met onze wethouders. En daarna zijn we op zoek gegaan van wat voor kandidaat moesten wij zoeken. En
Ons werd gelukkig wel de tijd geboden om een kandidaat te zoeken. En daar ben ik in elk geval blij om. En ja, met de criteria waar ze ons mee op weg hebben gestuurd, hebben wij de persoon gevonden in Jan ten Kate, die dat ten volle voor ons bracht. En dat was de ervarenheid, de openheid, de toegankelijkheid, de sterkte. En ook zeker het plattelandsgevoel was voor ons allemaal belangrijk. En dat klikte gewoon meteen toen wij hem gezien en gesproken hadden. Dus toen zijn we teruggegaan naar de coalitiepartijen en de wethouders. En ik heb alle oppositiepartijen gebeld met wie we in zee wouden gaan. Dus we hebben toen geen enkele verklaring gehad dat dat niet mogelijk was. Maar goed, we gingen ervan uit dat het doorging. En dat we Jan ten Kate voor mochten stellen als onze wethouder. Nou, volgens mij is dat nog steeds het geval, maar om dat toch even dat zeker klopt, te voorzitter. Weten. Dus ja. Maar ik denk, nou, ik hoef niet voor de heer Gelling te spreken. Dat kan hij uitstekend zelf. Het woord is aan de heer Gelling. Zeker, voorzitter. Alleen mijn microfoon is in het gat verdwenen hier. Dus ik weet niet hoe ik dat. Of ik daar een oplossing voor kan bedenken. Ja. Voorzitter, laat ik vooropstellen dat het ook voor de VVD geenszins de intentie of de ambitie is om hier heel kritisch in te staan. Wij hebben louter goede bedoelingen en zijn ook heel blij met de ervaring die toegevoegd wordt aan dit college, waarbij ik niks aan nadelen zeg van de andere collegeleden. Maar die zoektocht die integreert ons wel wat, natuurlijk te meer omdat de enige lokale partij die de gemeenteraad nu rijk is, nou net met een kandidaat komt van buiten de gemeente. En eerlijkheidshalve ook de intentie van die zoektocht, want in onze zoektocht naar nadere informatie hebben wij nog een fractielid van Op Koers gevraagd hoe meneer ten Kate nou was en die wist het ook niet. Dus dat baarde ons wat zorgen, vond dat een wat merkwaardige constellatie. Dus vandaar niet anders dan dat, maar mevrouw Kelder was duidelijk en de motieven en overwegingen zijn natuurlijk met name voor haar. En laat ik afsluiten namens de VVD-fractie dat wij meneer ten Kate in ieder geval een bijzonder warm welkom heten, ook denk ik namens de hele oppositie. Wij zijn overigens vergeten een cadeautje te halen, dat kan ik nu alvast zeggen, voorzitter. Maar willen dus graag van de gelegenheid gebruik maken om meneer ten Kate dan in gehele goede VVD-traditie uit te nodigen voor een dinertje in ons clubhuis. Dan kunnen we daar wellicht na de kennis maken onder het flesje wijn wat de manders gegeven hadden, maar dan kunnen we dan mee opdrinken, wellicht. En ik zie nu dat hij aan mijn rechterkant voor ik zit te lachen, voorzitter. Ik weet nu wie het is ondertussen, dus dat moet dan wat ons betreft helemaal goed komen. Dank. Ja, dank u wel, heer Gelling, voor uw bijdrage. Ik kijk toch een beetje bezorgd achterom, want ik hoorde uit het vak K, om het zo maar te zeggen, toch wat morrende geluiden dat zij nooit zijn uitgenodigd voor een dinertje in het clubhuis. Dus u meet niet met dezelfde mate, constateer ik. Ja. Dat is duidelijk, voorzitter. Dat klopt. Ja, akkoord. Dank. Volgens mij, als er verder geen behoefte is om nog nader uitleg te vragen aan de fractie van Op Koers, nu denk ik dat het goed is om over te gaan tot de installatie van de heer ten Kate als wethouder van de gemeente Hardenberg. En daarvoor hebben wij een hele procedure. Die ga ik met u doornemen. Wat dat betekent dat er de geloofsbrieven onderzocht moet worden en dat we zullen stemmen. Omdat het om personen gaat, vindt er een schriftelijke stemming plaats. En nadat we daar de uitslagen van hebben gekregen, dan kunnen we overgaan tot de definitieve installatie van de heer ten Kate. Als hij tenminste daarna alvorens ook zijn benoeming aanvaardt. En dan gaan we de belofte tot slot afleggen in het midden van onze gemeenteraad. En voor het onderzoek van de geloofsbrieven en ook een commissie voor stemopneming moet worden geïnstalleerd, zou ik u een voorstel willen doen. Nou, ik hoor wel of u daarmee in kunt stemmen. Het voorstel is om vanuit de voorzitter en de griffie mevrouw Simone Hof ook als voorzitter te laten fungeren van deze commissie, de heer Gelling ook aan te wijzen en mevrouw Heidi Mensing te vragen of zij de commissie willen bemensen om het onderzoek naar de geloofsbrief te doen en ook tevens te fungeren als commissie voor stemopneming. Kan de raad daarmee instemmen? En aanvaarden ook deze mensen hun positie in de commissie, dat is het geval. Dan zou ik willen voorstellen dat de commissie onderzoek geloofsbrieven zich terug gaat trekken om de brieven te onderzoeken. De vergadering
te schorsen. En wij wachten dan op de uitslag van de commissie. Ik schors de vergadering en de commissie gaat aan het werk. Als ik de leden van de gemeenteraad mag verzoeken om hun plekken opnieuw in te nemen, dan beginnen wij opnieuw met de raadsvergadering. Geachte leden van de Raad van Hardenberg, ik heropen de vergadering. De vergadering is geschorst ten aanzien van agenda punt 7, benoeming van de heer Ten Kate als wethouder van de gemeente Hardenberg. De commissie onderzoek geloofsbrieven heeft zijn onderzoek voltooid. Ik zou het woord willen geven aan de voorzitter van de commissie, mevrouw Hof, van achter het spreekgestoel. Voorzitter, dank u wel. Als voorzitter en rapporteur van de commissie die belast is met het onderzoek van de geloofsbrieven en de daarbij behorende documenten van de kandidaat wethouder, de heer Ten Kate, kan ik u het volgende meedelen. De geloofsbrieven en de daarbij behorende bescheiden zijn in orde bevonden. De kandidaat wethouder voldoet aan alle in de gemeentewet gestelde vereisten voor het wethouderschap en is daarom benoembaar als wethouder van de gemeente Hardenberg. Hierbij merkt de commissie wel op dat de heer Ten Kate geen ingezetene van de gemeente Hardenberg is, maar door hiervoor ontheffing te verlenen door de raad wordt deze belemmering weggenomen. Verder is de heer Ten Kate wethouder in de gemeente De Wolde, maar deze functie vervalt op het moment dat hij als wethouder in de gemeente Hardenberg wordt benoemd. Hoewel niet wettelijk vereist, vindt de commissie het wenselijk dat de integriteit van een nieuwe wethouder wordt getoetst. Hierom heeft de burgemeester door tussenkomst van de griffier opdracht gegeven aan het bureau Integriteit Nederlandse Gemeente voor het uitvoeren van een risicoanalyse integriteit. Een verklaring omtrent gedrag maakt hier deel van uit. De doelstelling van de risicoanalyse integriteit van bureau Integriteit Nederlandse Gemeente is om met betrekking tot een kandidaat wethouder potentiële integriteitsrisico's in beeld te brengen. Het integriteitsbewustzijn van de kandidaat en zijn omgeving te versterken en te adviseren over maatregelen hoe geconstateerde risico's zoveel mogelijk kunnen worden gemitigeerd, CQ kunnen worden vermeden. De commissie heeft kennis genomen van de analyse en de uitkomst leidt niet tot bezwaren. Dank u wel. Akkoord, dank u wel mevrouw Hof. Ook dank aan de andere commissieleden. Daarmee kan ik het voorstel in bespreking geven, tenzij u zegt een afgeven van een stemverklaring is voldoende. De heer Brink, een stemverklaring. Anderen nog stemverklaring? Niet het geval. Dan kijk in de richting van de heer Brink. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, toen duidelijk werd dat wethouder Bruinsma zijn taken niet langer kon vervullen vanwege gezondheidsproblemen, hebben wij als coalitiepartners besloten op koerspunt nu de ruimte te geven zodat zij konden zoeken naar geschikte opvolger. En deze hebben zij gevonden in de persoon van de heer Ten Kate. De CDA-fractie is content dat hij bereid is om zijn kennis en bestuurderservaring in te zetten voor onze mooie gemeente Hardenberg, waarmee hij het college weer compleet maakt. Wij wensen hem bij dit alles heel veel succes toe en wij kijken als fractie uit naar een hele goede samenwerking. Dank u wel. Dank u wel, heer Brink. Andere stemverklaringen dacht ik niet te hebben geconstateerd. Akkoord. Dan gaan wij over tot schriftelijke stemming. Het gaat over personen, dus dat betekent dat een schriftelijke stemming volgt nu. De bode zal stembriefjes uitdelen en daarop kunt u aankruisen datgene wat erop staat. Te benoemen tot wethouder de heer J. Ten Kate. Wilt u binnen het vakje vooral het kruis zetten? Voor of dan wel tegen? De bode reikt de briefjes uit en zal ze vervolgens weer ophalen. En dan wil ik alvast, ik zal even wachten tot de commissieleden ook hun briefje hebben ingevuld. En dan vragen aan de commissieleden om hierachter bij de speciale tafel voor de stemopnemingcommissie plaats te nemen en hun werkzaamheden uit te gaan voeren. Als ik de leden van de commissie mag vragen om plaats te nemen achter de tafel, om de stembriefjes te gaan tellen. En daarna de voorzitter te vragen de uitslag te rapporteren aan de raad. De heer Gelling en mevrouw Mensing, of u wilt plaatsnemen achter de tafel om de stembriefjes te gaan tellen. Commissie
Stemomneming heeft haar werk gedaan, constateer ik. En ik geef graag het woord aan de voorzitter, mevrouw Hof. Dank u, voorzitter. Voorzitter, het totaal aantal uitgebrachte stemmen is 31. Het aantal niet behoorlijk ingevulde stembriefjes is 0. Het aantal geldige stemmen is 31. En de uitslag van de stemming is stemmen voor 30, stemmen tegen 1. Akkoord, dank u wel. Daarmee concludeer ik dat niets een benoeming van de heer Ten Kate als wethouder van de gemeente Hardenberg nog in de weg staat. Tenzij hij zelf deze benoeming niet zou willen aanvaarden. Dat is niet wat we hebben gemerkt in de afgelopen weken. Maar ik vraag het toch nog even voor de zekerheid aan de heer Ten Kate of u wilt gaan staan en luid en duidelijk ten overstaan van de raad uw antwoord zou willen geven of u de benoeming aanvaardt. Akkoord. Dan staat niets ons in de weg om u uit te nodigen voor het afleggen van de belofte. En dat doen we hier in het midden van de raadzaal. Als ik mag vragen om naar voren te komen. We hebben een microfoon. Ik ga de belofte uitspreken en ik verzoek u de woorden uit te spreken. Dat verklaar en beloof ik. En we hebben dit, constateer ik, al eens een keer eerder gedaan. In een andere gemeente. In dezelfde rollen. Dat wel. Dus dit is een bijzonder moment. En dat was volgens mij in mei 2010. Dus we gaan het in december 2018 opnieuw doen. En dan in de gemeente Hardenberg. Nou, en dat is toch een bijzonder moment. Te midden van de 33 raadsleden van de raad van de gemeente Hardenberg. En het college bijna in voltalligheid bijeen. En dat gaat zometeen gebeuren na het uitspreken van de belofte. Ik wil je buitengewoon succes op voorhand wensen hier in deze prachtige gemeente. Het is een stap, weet ik uit eigen ervaring, van De Wolde naar Hardenberg toe. Maar heel veel dingen zijn ook heel vergelijkbaar. En dat is vooral ook dat mensen met elkaar verder willen hier. Dat heeft De Wolde en Hardenberg zeker gemeen. En volgens mij pas jij daar als wethouder uitstekend bij om daar de klus te klaren die gedaan moet worden. Namens Op Koers.nu. De belofte. Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks nogmiddellijk, onder welke naam of welk voorwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nogmiddellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord? Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Van harte gefeliciteerd, Jan. Welkom in de gemeente Hardenberg. Welkom in het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. Nogmaals, heel veel succes met jouw werkzaamheden hier. We gaan aan de slag met elkaar. Dank u wel. Dames en heren, ik heb nog een mooie bos bloemen. Ik zou Nanny naar voren willen vragen om de bloemen in ontvangst te nemen. Want je zult hem kwijt zijn de komende 3 jaar, zeg maar. Kijk, in de Wolde was het nog tijd en ruimte om wellicht af en toe naar huis te gaan. Dat zal in Hardenberg niet het geval zijn, zal ik me gelijk aangeven. Van harte gefeliciteerd ook. En we hopen dat we jou ook met enige regelmaat hier mogen zien. Maar dat zullen we kijken. Beste mensen, ik schors de vergadering en geef de gelegenheid aan college en raad om de nieuwe wethouder van de gemeente Hardenberg te feliciteren. De vergadering is geschorst. En ook voor de mensen op de publieke tribune. Mensen uit De Wolde, is ook de gelegenheid om te feliciteren. We schorsen de vergadering even.
Dames en heren, als ik u mag verzoeken om uw plaatsen in te nemen. We hebben nog een paar agendapunten. Twee bespreekstukken, moties en voor de rest hamerstukken. En ik nodig u van harte uit allemaal om nog even te blijven. Want na afloop is er nog even een drankje en een hapje. En dan bent u nog even in de gelegenheid wellicht om nader kennis te maken. Ook met de nieuwe wethouder, de heer Jan ter Kater. Dus blijf vooral nog even zitten, want dan gaan wij de raadsvergadering opnieuw beginnen. Ik heropen de vergadering. En aan de orde is agenda punt 8, motie gaswinning. En die gaat over de rechtsgang. En de heer Roelofs had de moties aangekondigd. Dus aan u het woord. Van achter het spreekgestoel. Ja. Voorzitter, dank u wel. Ik had twee moties aangekondigd die gaan over de gaswinning in Hardenberg. Die worden mede ingediend door de 50PLUS-fractie, door de VVD-fractie en door Romane Boshoven van GroenLinks. En verder hoop ik dat ze raadsbreed ondersteund zullen worden. De eerste motie gaat over de rechtsgang rondom de gaswinning in Hardenberg. Het is zo dat de gaswinning door de NAM is opgehoogd en dat het Rijk goedkeuring heeft gegeven voor verlenging tot 2033. En dat is tegen de adviezen van provincie, gemeente en waterschappen in. En daarom zou ik het college op willen dragen om GS op te roepen om de gang naar de rechter te maken om een eind aan de gaswinning in de gemeente Hardenberg per 2023 af te dwingen. Ja, dit is de eerste motie nummer 1. En wat mij betreft inderdaad de tweede motie direct daarbij. Dan heb ik een tweede motie met dezelfde aanleiding, dat had u begrepen. En die gaat over tiltmeters. En ik zou het college op willen dragen om de mogelijkheid van het inzetten van tiltmeters in gebieden in de gemeente Hardenberg waar gaswinning plaatsvindt, te onderzoeken en de raad te berichten over de voortgang voor 1 april 2019. En daar zou ik aan toe willen voegen dat het woordje voor ook betekent dat het eerder zou kunnen zijn. Akkoord, motie nummer 2. En die geef ik graag in bespreking. De heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. De moties kwamen wat later bij onze fractie. Dus na de reactie van het college willen wij graag even schorsen om ze in bespreking te geven. Desondanks heb ik toch een aantal vragen erover. U geeft aan dat wij GS moeten oproepen om de gang naar de rechter te maken. Dat is een van de partijen die advies hebben gegeven. Er hebben de meerdere partijen advies gegeven. En waarom zouden wij een andere moeten oproepen om de gang naar de rechter te maken? Dat, zeg maar zeggen, dat afwegingskader snap ik niet. Dat zouden we dan toch zelf ook kunnen doen. Dus dat is even ten aanzien van motie 1. En ten aanzien van motie 2. Mij is ter oren gekomen, en u weet dat ook, dat GS morgen een soortgelijke motie zal gaan indienen. Maar dan voor de hele provincie. En die heeft ook een eindtermijn van 1 februari. Dus eigenlijk vraagt u nu voor een motie die straks in de Staten voor de hele provincie ingediend gaat worden, om dat voor Hardenberg te doen op een lager tempo dan dat de provincie het zal gaan uitvoeren. Dus ergens bekruipt mij een beetje het gevoel dat u iets voor de troepen aan het uitlopen bent. Ik zou zeggen, laat de provincie dat in collectief regelen en laat zij ook zelf een afweging maken of zij een beroep willen instellen. Dus dat zijn in eerste instantie even mijn twee, eigenlijk drie opmerkingen. Akkoord, ik kijk even rond. Anderen nog? De heer Gelling. Ja, voorzitter, de VVD-fractie is het in grote lijnen met meneer Stelpstra eens. Het is hier zeker zo dat voor de troep uitgelopen wordt. Alleen het hele dossier van de gaswinning laat in de landen zien dat als je er niet bovenop zit en niet voortdurend voor de troepen uitloopt en niet voortdurend je laat horen en met grote stemverheffing zelfs optreedt, dat het heel snel de verkeerde kant op gaat. Dat zie je hier ook, want ondanks alle adviezen die afgegeven wordt, is het besluit gewoon daarvan afwijkend. Dus wellicht dat, en overigens de provincie, om daar nog even te reageren als collectief, dat is ook zo, maar dan zou juist dus pleiten voor het oproepen, ook om de provincie hier degene te laten zijn die zich in rechten gaat mengen. Omdat er met algemene en met grote belangen zit, in ieder geval een provinciaal belang. Dus u hebt gelijk in uw bevindingen, alleen de slotsom is voor ons een hele andere.
Want de VVD vindt juist dat hier niet hard genoeg voor de troepen uitgelopen kan worden. En niet vaak genoeg aan de deur gerammeld kan worden. En is dus zeer content met de motie zoals door het CDA in het algemeen en met de Los in het bijzonder hier is verwoord. Akkoord. De heer Boshoven. Ja, voorzitter, dank. De eerste motie en de opmerking die daarover kwam door de ChristenUnie om GS op te roepen. Ja, in de gedeputeerde staten heeft de gedeputeerde ook een opmerking gemaakt om dit op te willen pakken samen met gemeente en waterschap. Dat lijkt mij ook de juiste weg en dat is ook hoe ik deze motie heb geïnterpreteerd. We moeten dit samen gaan oppakken en wat mij betreft is het niet alleen dat wij gedeputeerde staten dan oproepen, maar dat wij daar zelf ook een rol in nemen. En, ja, voorzitter, maar dat staat er niet, kan ik zeggen. Ik lees dit, dus ik zie dat nergens staan. Nee, precies, maar wat je anders dreigt te krijgen is dat wij een gang naar de rechter gaan maken en gedeputeerde staten dat ook doet. Dat lijkt mij toch niet wenselijk. Ja, maar dat staat er wel. Je zou toch dan bedoel. Je kan er gewoon het woordje samen tussen zetten en dan krijgt het al een andere indruk. Dus. Dat lijkt me goed om dat straks even te bespreken met de indiener ook. Verder sluit ik me aan bij de woorden van de VVD. Het gaswinningsdossier hier zijn wij natuurlijk al enige tijd mee bezig, ook hier in de gemeenteraad. Het is ontzettend belangrijk om daar zo vroeg mogelijk signalen over te geven en zo vroeg mogelijk posities over in te nemen. Dat is wat wij hier doen en daarom ook mijn voltallige steun en mijn overtuiging dat dit het juiste moment is en dat we dit zeker moeten doen. Tot zover, voorzitter. Akkoord, dank u wel. Mevrouw Kelder, dan de heer Rodemond. Dank u wel, voorzitter. Er zijn twee moties over die gaswinning. Eén over de rechtsgang, de andere over de tiltmeters. De rechtsgang, daar hebben wij toch wat moeite mee. Want wij willen daarom graag van het college horen wat zij ervan vinden. En dat kunnen we dan ook in de schorsing bespreken. Als dat mogelijk is. Akkoord, de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik werd vanmiddag op de hoogte gebracht van de betreffende moties. En ik heb ook al telefonisch aangegeven, maar nu eventjes in het publiek, dat ik enorm blij ben met dit initiatief van het CDA. Zei het dat het mij als verrassing kwam dat het juist van het CDA kwam. Want meestal is een andere partij wat meer voor de troepen aan het lopen. Maar goed, dat gezegd hebben we heel blij. En ik steun ook van harte het signaal dat we willen afgeven, zowel richting de provincie, maar ook naar de NAM toe, om luid en duidelijk te zeggen dat wij niet eens zijn met de werkwijze zoals die op dit moment wordt gehanteerd rondom de gaswinningsproblematiek hier in Hardenberg. Dus nogmaals, onze steun is er echt van harte voor deze twee moties. Akkoord, dank u wel. De Partij van de Arbeid heeft zich ook nog gemeld, de heer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de eerste motie kunnen wij ondersteunen. We denken dat het altijd goed is om een dergelijk signaal af te geven. De tweede motie vinden we eigenlijk tactisch gezien niet zo handig om die tegelijkertijd te doen. Want op ons komt het over van ja, als het eerste dan niet lukt, nou laten we dan maar gaan investeren in die tiltmeters. Bovendien is het nog maar de vraag of het überhaupt noodzakelijk is. Het is wel maatschappelijk geld. Je zet wel van die meters er neer. En dat geld kun je ook aan andere zinvolle dingen wellicht ook besteden. Dus daar zou ik dan nog eerder antwoord op willen hebben. Dus in die tweede motie gaan wij niet mee. Akkoord, dank u wel. De heer Roelofs wil reageren. Ik zou graag reageren. Beginnen bij de woorden van meneer Stelpstra. Het kernwoord was samen. Nou, laat dat ook net het doel zijn van deze motie om ze beide met z'n allen op te pakken. Ik heb geen enkel doel om dat met één partij of met een krappe meerderheid hier door de raad te krijgen. Dit is nou typisch zo'n dossier waar we samen op zouden moeten trekken. Dus als wij in een schorsing met één woord die motie op een niveau zouden kunnen krijgen waarop we u en ook anderen mee zouden kunnen krijgen, dan kan ik daar niet tegen zijn. Laat ik daarmee beginnen. Vervolgens, we hebben het even over die datum gehad. Ik heb 1 april in de motie staan. In de Staten wordt ook geroepen een datum van 1 februari. Technisch gezien ligt 1 februari voor 1 april, dus daar verwacht ik eigenlijk geen problemen. Ik had 1 april aangenomen omdat het ook zeker samenhangt met onze duurzaamheidsambities.
En in dat totale plan denk ik ook dat gas een plek moet hebben. En daarom had ik een datum van 1 april genomen. Wat niet wil zeggen dat ik de antwoorden niet eerder graag zou willen zien. Dan over de woorden van meneer Jonkhans. Schoot mij gelijk een citaat binnen. Ga rustig slapen, er is vooralsnog niks om je zorgen over te maken. In relatie tot die tiltmeters. Als je de resultaten van tiltmeters wilt kunnen interpreteren, moet je op tijd beginnen met meten. Dus als we doen wat u voorstaat, en dat is we wachten eerst af wat de rechtsgang eventueel zou kunnen doen. Stel dat dat volgend jaar het tweede kwartaal wordt, derde. En we gaan dan pas beginnen met tiltmeters, die een jaar later pas betrouwbare meetinformatie opleveren. Dan doen we wat ik graag niet zou willen, en dat is voor de troep uitlopen. Of niet voor de troep uitlopen. We willen graag vooraan in het dossier actief een rol hebben. En wat mij betreft als gehele raad. En dat past in dat we nu gaan meten en dan tijdig de informatie beschikbaar hebben. Ik snap wat u zegt. Meneer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik snap wat u zegt, maar dan zou je ook overal kijkertellers op kunnen gaan hangen voor de kerncentrale in Lingen, voor het geval daar wat misgaat. Waar het mij om gaat is van, ik wil wel eerst weten wat het risico is, of er überhaupt door deze gaswinning trillingen worden gegeven. En bij de behandeling van dit dossier waar we vorig jaar mee bezig waren, is ons door de SODM duidelijk aangegeven dat het risico er praktisch niet is. Nou, dan zou ik wel eens willen weten wat de gevolgen zijn van deze gaswinning. En dat gaan we niet aan de NAM vragen en niet aan de Shell, maar aan de SODM die daarvoor opgesteld is. En dan vind ik, dan moeten we eerst daar gaan vragen. Als er gereed risico is dat er trillingen optreden, dan moeten we gaan meten. Maar als er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen trillingen optreden, dan vind ik dit weggegooid geld. Akkoord, waarvan akte? Volgens mij daarmee de raad, de heer Gelling. Ja, voorzitter, ik ben toch een beetje verbaasd over de met name de woorden van de Partij van de Arbeid. Want als ik mij toch goed herinner, was de slotsom van de hele discussie die hier vorig jaar gevoerd is, dat het college in haar advies meenam dat er geen gaswinning zou plaatsvinden. Dat was het advies wat u heeft gegeven. Nou, daar wordt hier aan alle kanten hand aan gegaan. Er is 1 meter in de hele gemeente die nu kennelijk meet wat de gemeente zou kunnen worden. Het lijkt mij in het besluit wat toegenomen is, het advies dat uitgebracht is, wat raadsbreed ondersteund is, dat daar toch een hele duidelijke meting bij hoort. En volgens mij is dat ook vorig jaar als zodanig hier veelvuldig besproken. En het lijkt mij wat raar om, we hebben het al over vooruitlopende troepen gehad, maar dit lijkt een beetje op het paard achter de wagen spannen als we toch in de metaforen blijven. En het lijkt mij in het verlengde van de besluitvorming die we hebben gehad, waar de NAM zich kennelijk weer niet aan houdt, alle adviezen worden in de wind geslagen. Nog echt heel duidelijk, en daar onderschrijven wij de oproep van het CDA om hier collectief een signaal te maken en wie er ook naar de rechter gaat. Ik weet niet of je samen naar de rechter kan, dat lijkt mij een beetje een merkwaardige aangelegenheid, want je moet ook belanghebbende zijn. Laten we uitzoeken wie naar de rechter moet, laten we diegene die daar belanghebbende is en die naar de rechter kan gaan vragen om die rechtsgang te maken. Dat we niet over samen of iets dergelijks gaan vallen, maar gewoon de juiste persoon of de juiste instantie gaan vragen om onze belangen te behartigen. Akkoord, dank u wel. De heer Stelpstra nog. Ja, nog even over een ander onderwerp. Of willen we hier nog graag over verder gaan? Ik zat nog even na te denken over de gang naar de rechter. Ik wil vast even een gedachte met u delen. Zou het ook zo kunnen zijn dat we samen met GS een beroep gaan instellen om de vergunningstermijn te verkorten? Een van de aspecten die hier in deze motie staat, staat een harde datum. En dat wekt toch wel wat verwachtingen. En wat is uw eigen inschatting van het uitvoerbaarheid van zo'n rechtszaak? Wij hebben een adviesrecht. Zoals het nu wordt gepresenteerd, blijkt het bijna alsof het een instemmingsrecht zou moeten zijn, omdat we anders naar de rechter gaan. En daar, ook een stukje verwachtingsmanagement naar onze burgers toe. Jeukt dat mij wel een beetje van, wellicht creëren we daarmee een beeld wat hoop geeft, maar niet realistisch. Hoe kijkt u daar tegenaan? Meneer Roelofs. Nou, laat ik dan proberen om de jeuk van meneer Stelpstra weg te nemen. Ik had niet verwacht dat ik het ooit zou zeggen overigens, maar dat terzijde. Wat het doel is om aan te geven dat wat er nu gebeurd is niet strookt met wat wij als raad voorstaan en wat we eerder besproken hebben.
Dat is wat er gebeurt. We hebben alle adviezen die we gegeven hebben samen met provincie, samen met waterschappen, met het college. Tot nu toe is daar, laat ik subtiel zijn, te weinig mee gebeurd. En wat ik als signaal wil afgeven is dat we dat niet over onze kant moeten laten gaan. Wij staan voor onze inwoners en wij is in dit geval de hele raad en ook de mensen die hier om ons heen zitten. Daar sta ik voor. In hoeverre die rechtszaak kans van slagen heeft, dat is moeilijk in te schatten. Die informatie heeft u ongetwijfeld ook. Dus dat is nog niet helder. Van wat zijn daar de mogelijkheden? Maar die zou ik wel graag uitgezocht hebben. En als daar aanknopingspunten zitten waar wij iets mee kunnen, vind ik dat we ook dat traject in moeten met elkaar. Akkoord, dank u wel. De heer Gelling nog in reactie. Ja, voorzitter, mag ik dan misschien proberen één aanvulling voor te stellen die wellicht iedereen zou kunnen conveniëren? Als we daarvan maken, draagt het college op om met gedeputeerde staten in overleg te gaan met als doel om een einde aan de gaswinning in de gemeente Hardenberg te bewerkstelligen. Dan laten we nog een beetje open. Dan gaan we in ieder geval in overleg met de instantie die hier genoemd is. En dan behouden we ons het recht voor om nog wie dan ook te gaan procederen, tegen wie dan ook. Maar dan hebben we in ieder geval de discussie en het overleg met de gedeputeerde staten. Volgens mij is dat iets waar we dan wel raadsbreed iets mee zouden kunnen. Akkoord. Zou ik mogen voorstellen om deze discussie af te ronden? De moties liggen op tafel. Er worden wat suggesties gedaan. De ChristenUnie heeft al gevraagd om een schorsing, maar niet dat we ook even naar het college kijken en vragen hoe het college er tegenaan kijkt vanuit het perspectief van dagelijks bestuur. Het woord is aan de heer Terietza. Ja, dank u wel. Gelijktijdig ook mijn afscheidstournee op het gebied van duurzaamheid. Want dat heb ik tijdelijk overgenomen van collega Bruinsma. Maar Jan is de volgende keer aan de beurt op dit onderwerp. Want oh nee, dan moeten we eerst nog volgens mij een constitutioneel beraad vastleggen. Maar ik schat zo in dat de heer Ten Kate, sorry, heer Stelpstra. Dan even ten aanzien van de moties en de reactie van het college. Ik hecht er even waarde aan om wel even, als college hebben we met elkaar ook aangegeven dat wij het besluit hebben genomen om wel beroep in te stellen. Want we hebben met elkaar een heel traject al doorlopen. Dus in feite hebben we de keuze gemaakt en zien we met name ook het onderdeel, als het gaat over de meters, maakt onderdeel vanuit het beroepsschip wat wij nu graag willen opstellen. Maar moet je toch even de zaken weer op een rij zetten, ook in relatie tot de provincie. We hebben natuurlijk gezamenlijk een advies aangegeven hoe wij er tegenaan kijken. Vervolgens hebben we een zienswijze ingediend. Dat heeft zowel de provincie als dat hebben wij zelf gedaan. En als beroepsschrift, het beroep wat we willen instellen bij de Raad van State, want dat is de weg die nu open ligt, wat tegen het besluit van de minister en niet zozeer nu direct naar de NAM, willen wij de aansluiting zoeken bij de punten die we in de zienswijze ook hebben aangedragen. Hè. We hebben gezegd, we willen een nulmeting. We willen zorgen dat het meetsysteem op orde is. Nou, daar zit de motie van de heer Roelofs, heeft daar heel nauw samenhang mee. We hebben ook iets gezegd over de duur van de winning. We hebben daar gezegd, over 5 jaar, hè. Het is een nee te zijn, deze zaken moeten goed geregeld zijn. En wat ons betreft met een maximum van 5 jaar na het instemmingsbesluit. Deze periode wijkt daar vanaf, zeg maar, die u nu ook aangeeft. En, niet geheel onbelangrijk, ook pleiten voor een schadeprotocol. Want mocht er gemeten worden dat er schade is, dat er ook een schadeprotocol is waar een beroep op gedaan kan worden. Wat ons betreft is dat ook de inhoud van het beroepsschrift wat wij nu aan het opstellen zijn en het beroep wat we willen instellen bij de Raad van State. Daarom zou ik zeggen dat ik de motie, dat is motie 2, gaat over de inhoud. Nou, die zien wij als een ondersteuning, zeg maar. Maar daarbij zeg ik ook wel, van het beroepsschrift wat we willen instemmen is wel iets anders. Maar laten we ook eerst even de verantwoordelijkheid dat de minister in zijn instemmingsbesluit meegeeft dat de NAM verplicht is om dat systeem gewoon op orde te krijgen. Dat blijkt ons wel de juiste volgorde, want dat is ook waar wij de zienswijze op hebben ingediend. Dus dat willen we in ons beroep ook nog eens een keer bij de minister onder de aandacht brengen. Dat het besluit daarop aangepast moet worden. Maar inhoudelijk sluit hij daarbij op aan. Alleen gaan we het nu nog niet zelf doen. Maar lijkt ons wat ons betreft logisch dat eerst de NAM daar nog eens een keer op gewezen wordt door de minister die het instemmingsbesluit afgeeft. En het andere onderwerp is ten aanzien van GS op te roepen een gang naar de rechter te maken. Nou, eigenlijk zijn we voornemens om zelf naar de rechter te gaan. En zullen wij, en we hebben heel nauw contact met de provincie, zowel ambtelijk als bestuurlijk. En wat ons betreft zou ik ook zeggen, laat dat een eigenstandige afweging zijn van GS, PS, om ook die keuze te maken of ze wel of niet naar de rechter gaan. Wij gaan sowieso naar de rechter. En het is, volgens mij kun je prima met twee partijen over naar de rechter, als je maar hetzelfde verhaal vertelt, hè. Dus ik bedoel, wij hebben ook wel eens een keer een besluit waar mensen voor naar de Raad van State kunnen. Er kunnen best meer mensen.
Maar het helpt ons wel als we hetzelfde verhaal vertellen. Dus we proberen vooral met de provincie hetzelfde verhaal te houden. Maar wat ons betreft zouden wij het wel willen ontraden om te zeggen van dat wij nu GS moeten gaan opdragen om naar de rechter te gaan. En laat dat alsjeblieft een afweging zijn van de provinciaal PS en GS in het bijzonder. Maar PS, zoals u heeft aangegeven, is daar ook mee bezig morgen tijdens de Statenvergadering. Voorzitter, dus kort samengevat, als we mogen interpreteren dat wij de motie mogen uitleggen dat we onderdeel uit laten maken van ons beroepsschrift, zouden we zeggen, nou, is een steun in onze rug. Dat is wel iets anders dan wat u nu suggereert. En wij trekken samen op met de GS, maar om nu GS op te dragen naar de rechter te gaan, dan zeggen we, nou, laten wij onze eigen verantwoordelijkheid daarin pakken. Dus die zouden wij als college willen ontraden. Dank u wel. Akkoord. En de tweede motie, zegt u van, die nemen wij, zijn bereid om met die aanpassing, ja. Mag ik daar één vraag over stellen, voorzitter? Ja, en dan stel ik voor een vraag en dat we dan even gaan schorsen. Ja, maar ik probeer even helder te krijgen dat stuk over die tiltmeters. Ja. Waar zit dan volgens u het verschil? Want u zegt, er is inhoudelijk een verschil, terwijl in uw uitleg hoor ik hem niet heel duidelijk. Dus kunt u dat nog toelichten? Ja, dat wil ik wel even toelichten, voorzitter. Kijk, u draagt het college op de mogelijkheid van het inzetten van tiltmeters in gebieden in de gemeente Hardenberg waar gaswinning plaatsvindt te onderzoeken en de raad te berichten over de voortgang van 1 april 2019. Wat ons betreft is het helder dat wij willen dat het meetsysteem uitgebreid wordt. Sterker nog, dat heeft onderdeel uitgemaakt van onze zienswijze. Is niet de verantwoordelijkheid van ons. Hè? Maar er werd ook al even een discussie over ons gemeenschapgeld wat wij nu zouden gaan investeren. Want het is niet een heel goedkoop systeem, zeg maar. Wat je zou moeten gaan investeren om dat te realiseren. De provincie is er schijnbaar dus ook nog mee bezig, hè, om het provincie breed. Maar wat ons betreft, en dat is ook de zienswijze en zal ook het onderdeel van het beroep zijn van ons, is dat de verantwoordelijkheid van de minister om de NAM dat te verplichten en dat op te leggen om dat systeem op orde te brengen. Dus dat is niet het onderzoek wat wij zelf willen, maar met het instemmingsbesluit wat de minister afgeeft over dit winningsplan, dat bij dat instemmingsbesluit de NAM wordt verplicht om het meetsysteem op orde te brengen. Dus inhoudelijk hebben we het over hetzelfde, alleen we leggen de verantwoordelijkheid weer bij waar die wat ons betreft hoort. Mag ik er één vraag over stellen, voorzitter? De heer Gelling. Want wat mij intrigeert aan uw antwoord is dat dat de juiste weg is, maar de NAM, zowel de minister, trekt zich eigenlijk niets aan van alle bevindingen zoals die van ons komen. Hè? Want alle adviezen en alles wat die kant op gaat, dat wordt kennelijk ter kennisgeving aangenomen en er gebeurt nog niks. Dus wat zou uw mogelijkheid zijn, en dat is ook denk ik een beetje de strekking van de motie, stel ervoor dat het nog steeds niet gebeurt. Hè? Want vorig jaar is al sprake geweest van de meters, u hebt voorwaarden gesteld ter zake schadeprotocollen, maar zijn er ook nog niet. Dus het wordt wel tijd, denk ik, en dat is volgens mij de strekking van wat hier voor ligt, om te zeggen, nou, als een NAM het niet doet, wellicht een overweging om het zelf eens een keer te doen en of daar toch voor te gaan zorgen. Ja, voorzitter, dan zeg ik dat is in die zin aan de Raad. Wat wij met elkaar gezegd hebben, hè, de minister heeft het naar zich neergelegd, dat heeft dan met de omvang en dat soort zaken te maken. Wij denken, wij zijn ervan overtuigd, dat is ook de reden dat wij het beroepsschrift, maar dat het wel onderdeel ook bij de kleinere gasvelden zou moeten zijn van het instemmingsbesluit. En dat is waarom wij het nu niet meer bij de minister kenbaar willen maken, maar bij de Raad van State aan willen geven dat wij vinden dat dit onderdeel vanuit met een winningsbesluit wat genomen zou moeten worden, dat het er onderdeel van uitmaakt. Wat mij betreft zit daar wel een volgordelijkheid in. Als wij ondertussen ook ons eigen meetsysteem gaan opstellen, vind ik niet dat we onszelf volstrekt serieus nemen, zonder dat ik erop vooruit wil lopen dat het ook daadwerkelijk komt. Want ik constateer met u dat 1. Het advies niet is overgenomen, 2. De zienswijze niet is verwerkt. Dus rest ons niets meer dan de laatste stap die we kunnen doen, is naar de Raad van State gaan om het beroep dit nogmaals onder de aandacht te brengen. Maar uiteraard moeten we ook rekening houden met het scenario dat daar niet wordt overgenomen. En dan zitten we volgens mij in de situatie waar we nu zitten, en waar we nu al het gesprek over voeren, gaan wij daar dan zelf iets voor organiseren. Dan hoor ik dat er nog een stap is, dat de provincie breed ook met dezelfde opgave bezig is. Volgens mij is daar het moment om nog eens een keer met elkaar het gesprek te voeren van als die uitspraak daar daadwerkelijk is, dan moeten wij dan alsnog iets zelf organiseren of is de provincie al met iets bezig? En laten we ook kijken, en daarom voeren wij nu ook de gesprekken en zullen we ook blijven voeren, zowel ambtelijk als bestuurlijk met de provincie. Dus even dat als nadere duiding daarop, zonder vooruitlopen willen lopen dat wij denken dat we nu in één keer het recht aan onze zijde hebben. Want ik constateer met u dat het in de twee eerdere fases
niet is overgenomen. Akkoord. Volgens mij... Voorzitter, ja, nog één punt hoor, want duidelijk. Ik haakte wel een beetje op dat punt dat we dat zelf zouden gaan doen. Dat lijkt me geen zins een überhaupt een optie. Er wordt gruwelijk veel geld mee verdiend met gaswinning. En dat is ook de lijn die in PS volgens mij wordt uitgezet. Is dat de NAM dat zou moeten regelen. Dus ik zou er niet eens over willen beginnen. Het lijkt me ook zeer onverstandig. Ik ben het met u eens. Alleen voorlopig, wat het wethouder constateert, is van alle zienswijzen en alle adviezen die wij geven, gebeurt helemaal niks mee. En dan kom je op een gegeven moment in scenario's terecht. En we hoeven daar maar de kant op aan te tikken. En je ziet het allemaal, dat er heel lang wordt gedaan, procedures worden gevoerd en er gebeurt allemaal niks. En dan heb je tot gevolg, of dan is het gevolg, dat als er dan wel iets gebeurt, dat wij allemaal een hoop verteld hebben hier en een hoop bezwaarschriften hebben gestuurd en allerlei dingen hebben gedaan, maar dan is er niks daadwerkelijk gebeurd. Dus ik ben met u eens, degene die dat zou moeten doen is de NAM, maar voorlopig is in twee instanties de NAM degene geweest die het naar zich neergelegd heeft. En ook de minister over. Nou ja, ik probeerde gewoon aan te geven dat het een onverstandige opmerking is om zoiets te maken. Akkoord. Ik stel voor dat we de vergadering even schorsen, dat u kunt overleggen wat u met de moties wilt, of er een aanpassing moet komen. De informatie ligt allemaal op tafel op dit moment. Heeft u voldoende 5 minuten? Ja, 5 minuten zo ongeveer. Ik hou het in de gaten. De vergadering is geschorst. Dames en heren, ik heropen de vergadering. Dinsdag 18 december. Aan de orde is agenda punten 8 en 9. Moties omtrent de gaswinning. Het gaat over de rechtsgang en rondom de tiltmeters. De indiener van de motie zie ik nog niet. Dus de indiener van de motie roep ik op om naar voren te treden. Nou, volgens mij moet ik eerst een toelichting geven waarom ik een schorsing heb aangevraagd. Heeft u de schorsing aangevraagd? Oh ja, ja, dat is correct. Nou, dan kunnen we door. Het woord is aan de heer Stelpstra. Nou, dat is mooi, want dan biedt dat nog even de mogelijkheid om buiten de vergadering wat teksten aan te passen. Want wij hebben als fractie met elkaar overlegd en ze zijn er ondertussen. Hoe wij staan ten aanzien van deze moties. Wij hadden daartoe nog geen gelegenheid gehad. In overleg met het CDA zijn we denk ik tot een hopelijk unanieme lijn in deze raad gekomen. In ieder geval, wij kunnen daar wel in meegaan. En ik geef het woord aan aan de voorzitter. Excuses. Dank u wel, heer Stelpstra. Zo zijn we weer in balans vanavond. En ik geef het woord graag aan de heer Roelofs, indiener van de moties. Dank u wel, voorzitter. Over motie 1, dat gaat over de rechtsgang rondom de gaswinning in Harderberg. Zou ik het deel draagt het college op graag wijzigen als volgt. Draagt het college op om met GS-PS in overleg te treden met als doel de gaswinning per 2023 te beëindigen. Ik heb hem hier op papier, ik zal hem zo meteen aan de griffier overhandigen. En de strekking van wat hier staat is lijkt me helder door de toelichtingen die we gegeven hebben. Dan gaan we naar motie 2. Sorry, motie 2 over de tiltmeters. Die zou ik naar aanleiding van de antwoorden van de wethouder voorlopig aan willen houden. Volgens mij is het helder wat ons doel daarmee is. En heeft hij in zijn betoog aangegeven hoe hij dat aanvliegt. En dat lijkt me vooralsnog voldoende. Nee. Dank u wel voor de toelichting. U geeft aan, motie 2 houden wij aan, dus kunt u later op terugkomen. En motie 1 wordt gewijzigd, draagt het college op om met GS-PS in overleg te treden met als doel de gaswinning in de gemeente Harderberg af te dwingen per 2023. Ja, te beëindigen. Te beëindigen. Ja, te beëindigen. U zei heel wat anders. Ik ben blij dat u zichzelf heeft gecorrigeerd. Ja, klopt. Dankzij de griffier, maar te beëindigen inderdaad. Ik kijk even naar de zijde van het college. Of daar in ieder geval op motie 1, die ligt er nu nog, constateer ik. Of daar een... ik draag het dictum in de raad nog even voor, heel goed. Draagt het college op om met GSPS in overleg te treden met als doel de gaswinning in de gemeente Harderberg per 2023 te beëindigen. Dat is het dictum.
Voorzitter, volgens mij is dat inderdaad in de lijn, als ik zo even snel luister, van wat we inderdaad ook gezegd hebben, wat we nu feitelijk ook doen. Ik vind PS overigens wel even lastig om hoe ik met PS. Ik voel me met GS heel logisch, gesprekspartner voor mij. Ik zou ook bijna zeggen aan u als raad om ook PS, middels uw politieke kanalen, om die ook te beïnvloeden. Dus als ik mag interpreteren dat wij als college met GS en u als raad met PS in gesprek gaan, dan denk ik dat dat volgens mij ook de lijn is waarin we nu ook met elkaar in gesprek zijn. En dan even ieder zijn eigen weg daarin te bepalen. Dus dat zie ik als een ondersteuning. Onze twijfel zat even over die 2023. Dat is 5 jaar vanaf nu. Onze zienswijziging over 5 jaar vanaf ingangsdatum van het winningsbesluit. Daar zit voor mij even nu de... Het verschil, zeg maar. Hè? Want die 5 jaar is nu vanaf. Maar het winningsbesluit gaat nu nog niet in. En op het moment dat het winningsbesluit ingaat. Daar hebben we altijd gesproken over 5 jaar. En ik vind het altijd sterk. Als je wel aansluiting zoekt bij je eigen zienswijze. Dus. Ik weet niet of ik nu te veel over vraag. Maar volgens mij heeft u. 2023 is 5 jaar vanaf nu. Hebt u ook gerefereerd naar die 5 jaar? Als wij met elkaar zeggen van het gaat over die 5 jaar na die dat het winningsbesluit is genomen, zeg maar. Dan hebben wij volgens mij exact over hetzelfde. Dus ik kijk ook even naar u rond. Ja? Dan, dan kunnen wij hem volgens mij zien bij hem als ondersteuning. Ik proef een bereidheid even samen van het college om hierin mee te gaan. Maar even eigenlijk een soort tekstuele wijziging om wel in de zuivere rol te blijven. En ook bij de eigen afweging die we eerder hebben gemaakt. Zeg maar. Dus met name, u roept het college op om vooral met GS in overleg te gaan. Ja. En de politiek is ook vooral voor de politiek zelf, hè, dat hoor ik u ook zeggen. En voor het overige aan te sluiten bij de eerder genomen besluiten ten aanzien van de periode. Ja. Heb ik dat zo goed samengevat? Uitstekend, ik had het niet beter kunnen doen. Waar ik nog graag als afsluitende opmerking zou willen noemen, dat wij zeker onze eigen verantwoordelijkheid daarin nemen. Dus het niet proberen af te schuiven. We gaan dit gewoon met z'n allen regelen. En dat doen we allemaal via ons eigen kanaal. Dank u wel. Ja, en volgens mij was daar ook geen misverstand over, maar dan is het ook zuiver neergezet. Dat betekent dat het college deze motie wil uitvoeren met de wijzigingen zoals we hebben besproken. En dan vraag ik, is er behoefte aan een stemverklaring voordat ik de motie in stemming breng? De heer Jonkhans, Partij van de Arbeid. We kunnen instemmen met deze motie, maar eigenlijk is die ook wel een beetje overbodig nu de wethouder hem zo omarmd heeft. Maar het is een goede aansporing, dus we stemmen erin mee. Ja, nu zou ik kunnen zeggen, hij wordt overgenomen, dus daarmee vervalt. Die discussie hebben we wel eens vaker, maar... Het is ook goed om soms gewoon besluitvorming neer te leggen en dat ook te markeren. Volgens mij is dat vanuit de positie van de raad ook wel goed. Breng ik de motie in stemming en dan constateer ik dat voor deze aanneming van deze motie zijn de fracties van het CDA, de ChristenUnie ook, gaat mee in deze motie. Als het goed is dienen we hem mede in, voorzitter. U dient hem nu mede in. Ik moet even Siri uitzetten, want die reageert op de woorden ChristenUnie. Ik weet niet wat dat is. Dat is heel bijzonder. Goed, maar misschien ook wel niet. Dan constateer ik dat deze motie ingediend door de CDA wordt gesteund door de VVD, ChristenUnie, 50+, GroenLinks, D66, Partij van de Arbeid. En dan kijk ik nog in de richting van opkoers.nu. Opkoers.nu doet ook mee. Doet ook mee en daarmee ondersteunen alle fracties. En daarmee wordt deze motie raadsbreed ondersteund en is daarmee ook aangenomen. Al dus besloten. De tweede motie is van tafel, dus die vervalt. Die wordt aangehouden, moet ik zeggen. Dat brengt ons bij agendapunt 10. Wij zijn inmiddels dus aangekomen bij de hamerstukken. Even weer de draad oppakken. We zijn toe aan de hamerstukken van vanavond. En agendapunt 10 is geworden de ontwerpverklaring van geen bedenking voor de realisatie van een aardappelloods buiten het bouwvlak perceel Krimweg 4 aan de Veen. Behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Kunt u instemmen met dit voorstel? Alle fracties hier aanwezig steunen dit voorstel. En daarmee is het voorstel aangenomen om geen bedenking in te dienen. Agendapunt 11. Delegatie exploitatie
plan bij wijzigingsplan of omgevingsvergunning. Behoefte aan een stemverklaring? Niet het geval. U kunt instemmen met dit voorstel. Akkoord al dus besloten. Agenda punt 12. Verordening kinderopvang, intrekken van de verordening kinderopvang, sociaal-medische indicatie Hardenberg. Behoefte aan de stemverklaring? Niet het geval. Ik constateer dat alle aanwezige raadsleden hier instemmen met dit voorstel. Agenda punt 13. De aanpassing verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Stemverklaring? Niet. U stemt in met dit voorstel. Dat is het geval. Agenda punt 13. Aanpassing. Even kijken, agendapunt WMO, die hebben we net gehad. We gaan nu naar agendapunt 14, het nieuw besluit, voorgenomen besluit, nieuw beschut werk. Stemverklaring, u kunt instemmen met dit voorstel. Nieuw beschut werk, daarmee aangenomen. Agendapunt 15, de erfgoedverordening Hardenberg 2018. Geen stemverklaring constateer ik. U stemt in met het voorstel zoals voorgelegd. Akkoord. Agenda punt 16. Bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, Bruchterweek, Beekweg 28 in Brug. Vestigen van een woonzorg. Voorziening in combinatie met de recreatiefunctie. Stemverklaring niet het geval. U stemt in. Akkoord. Aldus aangenomen. Agenda punt 17. Lijst met ingekomen stukken van de raadsvergadering van de dato 18 december, maar dat lijkt mij, dat klopt, ja dat klopt wel. Even corrigeren, maar dat klopt. Akkoord, akkoord, agendapunt 18, dat is de rondvraag. Heeft u punten voor de rondvraag? Dat is niet het geval, constateer ik. En daarmee gaan we naar agendapunt 19. Daarvoor wil ik heel graag het woord geven aan de Nestor van onze gemeenteraad, mevrouw Kelder, om samen met ons terug te blikken op het afgelopen vergaderjaar 2018 van de gemeente Hardenberg. Mevrouw Kelder, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Geachte leden van de raad, dames en heren, ook degenen die live met ons meekijken en luisteren. Wat een jaar. Wat een bijzonder jaar. Zo zat ik woensdagavond 5 december mijmerend thuis bij de brandende houtkachel. Als Nestor van de Raad heb ik de eer om aan het einde van dit jaar, aan het einde van de laatste raadsvergadering, bij het allerlaatste agendapunt, toch het woord tot u mag richten. Wat ging de tijd snel? 2018 is al bijna weer om. Vorig jaar meldde ik al, 2018 wordt een spannend jaar. De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Nieuwe fracties, nieuwe raad. Welke fractie mag ze straks de grote winnaar noemen? Eén ding was wel zeker, er ging veel veranderen binnen onze gemeenteraad en ons college. Ik neem u graag even mee naar het begin van 2018. Op 2 januari liep de hal van ons gemeentehuis en de raadzaal vol voor de nieuwjaarsreceptie. En een week later kwam bijna heel de krim bij ons op visite. Voor hen begon het jaar goed met een unaniem aangenomen amendement om voor het MFA de krim 1 miljoen beschikbaar te stellen. Een goed begin is het halve werk. We zijn als gemeente Hardenberg op 3 maart in het programma Kassa gekozen als meest toegankelijke gemeente van Nederland. Een geweldige prestatie. Met deze prijs kreeg Hardenberg haar landelijke bekendheid. Nu kan iedereen meedoen in onze samenleving. Zelfs het spreekgestoelte in de raadzaal is ervoor aangepast. Dat maakt dat we trots kunnen zijn op onze gemeente. Elke 4 jaar mogen de inwoners van Hardenberg naar de stembus
om te bepalen wie er in de gemeenteraad komt. Op woensdag 21 maart hebben in totaal 28.156 inwoners van de gemeente Hardenberg hun stem uitgebracht. Daarmee was het opkomstpercentage van 60,10% iets hoger dan 4 jaar geleden. En dan de uitslag. CDA ging van 9 naar 11 zetels. ChristenUnie, ja, van 8 naar 6. Partij van de Arbeid, van 4 naar 3. Op koerspunt nu, van 3 naar 5. En VVD van 3 naar 4. D66 van 2 naar 1. GroenLinks bleef op 1 zetel. En 50PLUS van 0 naar 2 zetels. SGP, jammer, haalde net geen zetel. Op dinsdag 27 maart worden alle 13 vertrekkende raadsleden persoonlijk toegesproken en bedankt door burgemeester Snijders. En vertrekkende raadslid Mulder ontvangt zelfs een koninklijke onderscheiding. Maar ook de vertrekkende bode hier, Jan van der Kamp, wordt bedankt door burgemeester Snijders. Nadat 2/3 de eed had afgelegd en 1/3 de verklaring en belofte, was de raad op nieuwe oorlogssterkte van 33 personen, waarvan 13 vrouwen en 20 mannen. Die verhouding werd in mei al iets minder florissant voor de vrouwen, maar daar zometeen meer. Als alle nieuw gekozen raadsleden zijn donderdag 29 maart op feestelijke wijze geïnstalleerd. In de raadsvergadering van 8 mei wordt er na een toespraak van burgemeester Snijders afscheid genomen van raadslid mevrouw Anne van den Hoek, Kroonland. Zij werd gevolgd door Romano Boshoven, nummer 2 van de lijst van GroenLinks. Romano, ondanks dat je het vrouwenfeestje bedierf, alsnog van harte welkom. Na weken van onderhandelen werd er een coalitieakkoord gesloten tussen CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid en de nieuwkomer op koers.nu. Het coalitieakkoord 2018-2022 kreeg de naam Verbindingen van Betekenis en werd op vrijdag 11 mei in Gramsbergen getekend. Het gevolg? Benoeming van een fonkelnieuw jong college. De nieuwe wethoudersploeg werd op 17 mei geïnstalleerd. 4 nieuwe gezichten. Martijn, Alwin, Falco en Gita. Alle 4 jong, ondernemend en we verwachten dan ook veel van hen. Daardoor werd op 17 mei nog eens 3 nieuwe gezichten aan de raad toegevoegd. Namelijk Arjen Roelofs, CDA. Erika Kloekhorst, Partij van de Arbeid. Alex Bakker, op koers.nu. Onverwachts kwam het bericht dat wethouder Bruinsma zich ziek had gemeld. En dat het nog wel even zou duren voordat hij terug zou komen. Helaas. Hij heeft moeten besluiten dat hij niet meer terugkeert als wethouder. Door zijn ziekte is het onmogelijk voor hem geworden om zijn werk als wethouder voor de volle 100% uit te voeren. Zo gaf hij aan. En op 11 december hebben wij als raad afscheid van hem genomen. Het gevolg is dat we een nieuwe wethouder hebben moeten benoemen vanavond. Op koers.nu, hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen? Als neste van de raad wens ik de heer Jan ten Katen heel veel succes met zijn transfer naar de gemeente Hardenberg en dat je maar vooral
op koers blijft. Als raad krijgen we, wanneer dat nodig is, bij ons werk als raadslid ondersteuning van de Griffie. Zelfs binnen de Griffie zijn er veranderingen ontstaan door het vertrek van Bram Hoving. Hij geniet nu van zijn pensioen. Daarvoor in de plek is Gerda Jansonius gekomen als loco-griffier. Gerda was er snel ingeburgerd. Zij was zelfs aanwezig op de damesborrel van de raad. We hebben dit jaar, net als andere jaren, veel besluiten genomen. Koopzondagen in gemeente Hardenberg. Wie had dat ooit gedacht? Zondag 29 juli was de eerste koopzondag van het centrum Hardenberg een feit. Het was prachtig weer en de bezoekers en de ondernemers waren zeer optimistisch over deze koopzondag. Vanaf nu mogen ook de supermarkten in de kleine kernen meedoen op zondag. Ons college zal begin 2019 met een voorstel komen over de definitieve invulling van de koopzondagen in onze gemeente. Het besluit dat waarschijnlijk de meeste gevolgen voor Hardenberg heeft gehad, is de opheffing van de bestuursdienst Ome Hardenberg. De colleges van burgemeesters en wethouders van Hardenberg en van Omen zijn het na vele onderhandelingen eens geworden over het beëindigen van de ambtelijke samenwerking in de bestuursdienst Ome Hardenberg. En dat met ingang van 1 januari 2019. Zelfs na een warme, droge zomer zal er nog heel veel water door de vecht moeten stromen voordat alle gevolgen hiervan goed in beeld zijn. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor onze ambtenaren. Maar zoals een goed werkgever betaamt, wordt hieraan veel aandacht besteed. En zal alles op zijn pootjes terechtkomen. En gaan we met z'n allen op volle koers vooruit. Hardenberg, gewoon doen. Nieuw dit jaar is het besluit om schaduwfractieleden te benoemen door de raad. Maar eerst benoemen en dan het besluit nemen, voorzitter? Dat was wel bijzonder te noemen, ja. Of dacht u, wie niet meedoet, moet zich ook niet met de spelregels bemoeien. Vanaf deze plek wens ik alle schaduwfractieleden veel succes. Een terugkerend fenomeen is het vaststellen van de begroting in november. De gemeente Hardenberg is financieel gezond en investeert in de toekomst. Opvallend was dat alle ingediende moties zijn aangenomen. De discussie over wat nou een technische vraag is, blijft. Ik heb me wel eens laten vertellen dat het wat te maken heeft of een wethouder het antwoord wel of niet weet. Maar ik haast me om te zeggen dat deze uitspraak komt niet uit onverdachte bron. Duurzaamheid. Een thema dat de komende tijd veel energie zal vragen. Zowel landelijk als lokaal. Onze opgave zal zijn om ervoor te zorgen dat alle inwoners blijven meedoen. Dat voor- en tegenstanders niet lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Alleen dan kan het ook de energie opleveren waarnaar we op zoek zijn. Tot slot, een vraag. Waar blijft de Nederlandse vlag? Is de levertijd zo lang? Nou, desnoods zetten we hem toch op een blokje kaas. Ter afsluiting, mijn complimenten voor u als raadsleden. Voor de respectvolle wijze waarop u met elkaar omging dit jaar.
en invulling hebt gegeven aan onze rol als raadslid. En vanaf hier wens ik iedereen, niet alleen u hier in de raadzaal, maar ook al onze inwoners in onze grote plattelandsgemeente alvast hele fijne feestdagen en een heel gezond en gelukkig 2019. Dank u wel. Dank mevrouw Kelder voor de mooie woorden om nog eens even terug te blikken. En dan, dan vallen er toch altijd weer dingen op die toch zijn blijven liggen, zeg maar. Die tussen wal en schip zijn blijven vallen, zeg maar. Dus nou, wie weet worden die wel opgepakt nu. Dankzij ook de eindejaarstoespraak eigenlijk van de Nestor van de Raad. Dank daarvoor. Wij zijn aan het einde gekomen, agendapunt 18 van deze raadsvergadering van dinsdag 18 december. Ik wil u bedanken voor de inbreng in de afgelopen periode weer en ook in deze vergadering. Ik maak u nog opmerkzaam op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hardenberg zelf. Die wordt gehouden op dinsdag 8 januari vanaf 7 uur hier in het gemeentehuis. U bent allemaal van harte welkom. Maar wellicht, ik merk toch ook nog even op. Maandag 7 januari is de nieuwjaarsontmoeting bij de provincie Overijssel. Dus daar waar het gaat om lobby, dan wel de agendapunten waar we het eerder vanavond over hebben gehad. Gaswinning wellicht ook interessant voor u als raad om eens even wat rond te lopen en mensen aan te spreken die ook daarover gaan. Als suggestie en als tip geef ik u die graag mee. Rest mij u allemaal een bijzonder fijne kerst toe te wensen. Met familie, vrienden, wat dan ook. En ook een heel goed oud en nieuw te wensen. Veilig en dan vooral een goed begin van 2019. Dank voor uw inbreng in de afgelopen jaar, afgelopen periode. En we zien elkaar in januari in ieder geval weer. De vergadering is gesloten.